Dag Jan, kan jij mij in de zaal horen? Jan, kan jij mij in de zaal horen? Dag Jan, hoor je mij in de zaal? Ja, ik hoor u, sorry. Ik zie Oké, heel goed. dat je alles al Ja, ik had geïnstalleerd een hebt. experiment gedaan om alles op voorhand al eens klaar te zetten. Ik ga jou wel host maken, want ik zie dat jij co-host bent. Ja, dat is al zo. Ja. Ik Ik ga denk dat eens dat komt even omdat je het kijken. op voorhand klaargezet hebt, Ja. waarschijnlijk, hè? Maar ik zie mezelf nog altijd, dat is raar. Nee, jouw camera is nu af, denk ik, Ja, op ik had hem jouw afgezet, maar apparaat. ik zie mezelf in beeld hier. Is dat normaal? Ja, maar dat is omdat jouw micro aanstaat Ah, en de oké. camera van de zaal die is op jou gericht dan, hè. Als ik mezelf zo zie, is dat wel even schrikken natuurlijk. Ik zie dan altijd mijn weelderige haarbos verschijnen. Voilà, nu ben jij host. Is goed. Dus Ja. alles ziet er goed uit. Veel succes gewenst. Heel erg bedankt, Thomas. Geen Dag. probleem. Goedemiddag. Tot later, Dag. bye.
onze spreker, mevrouw Anne Michels. Zij is klinisch psycholoog, werkzaam bij het Internationaal Strafhof. En u weet dat wij met de commissie beslist hebben om eerst een aantal consultaties te organiseren met de slachtoffers. Met name in een eerste fase met de diaspora-organisaties waarmee de expertengroep van deze commissie tijdens haar werkzaamheden contact heeft gehad. Een van de aanbevelingen in het expertenrapport was om secundaire victimisatie te voorkomen en om met ons een sessie te doen met de parlementsleden over hoe consultaties en hoorzittingen met slachtoffers en dus ook met diaspora-organisaties te gaan organiseren. Dus ik ben zeer blij dat mevrouw Michels zich op vrij korte tijd toch heeft kunnen vrijmaken en bereid is om met de commissie haar expertise ter zake te delen. Dus ik zou u zeer graag het woord geven. Ik heb ook begrepen dat u een PowerPoint-presentatie hebt voorbereid, waarvoor al dank. Dus ik geef u zeer graag het woord. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, iedereen, om mij vandaag de kans te geven om bij te dragen aan het werk van uw commissie. Ik heb inderdaad een PowerPoint. Misschien een goed moment om die op te zetten. Ja. Ik kan misschien ondertussen al, terwijl we wachten op de PowerPoint, al even vertellen, iets meer over mezelf vertellen. Ik ben dus klinisch psycholoog, ook opgeleid op psychotherapeut. En ik werk op dit moment voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Voordien heb ik ook gewerkt voor het Special Court for Sierra Leone. En heb ik voor Artsen zonder Grenzen vooral ook heel veel in Rwanda, Burundi en Indonesië en andere plekken in de wereld gewerkt. Ik heb eigenlijk doorheen mijn carrière gespecialiseerd in trauma in postconflictgebieden. En vooral dan de laatste jaren mij vooral toegelegd op het specifieke aspect van slachtoffers en getuigen die komen getuigen in internationale tribunalen of andere transitional justice mechanisms, zoals we die noemen. En wat ik eigenlijk vandaag in gedachten had, u mag de volgende slide al direct geven, dank u, was de vraag die van de voorzitter gekomen was inderdaad om de commissie aanbevelingen te doen en overwegingen mee te geven rond het organiseren van hoorzittingen met slachtoffers. En om dat te doen zou ik graag u een stukje theorie meegeven over de achtergrond van wat wij een trauma-geïnformeerde aanpak noemen en een slachtoffergerichte aanpak. Omdat dat twee belangrijke basiselementen zijn om dan beter eigenlijk te begrijpen waarom bepaalde aanbevelingen gebeuren. Gewoon als achtergrond wil ik ook wel meegeven dat mijn verhaal heel hard gebaseerd is op een algemeen kader of een algemene kennis. Nee, dank u. Een algemene de kennis die opgebouwd is over de laatste jaren over slachtoffers, speciaal in postconflictgebieden. Maar dus niet specifiek op Congo gericht. Mijn aanbevelingen zijn eigenlijk algemeen. Het is ook aan de commissie om dat dan later specifiek op deze context toe te passen. We kunnen het daar nog over hebben. En wat ook belangrijk is om te weten, is dat eigenlijk het gegeven van slachtoffers die komen getuigen, dat jaren geleden, als bijvoorbeeld de ad hoc tribunalen hun werk begonnen, midden van de jaren 90, dat er eigenlijk heel weinig aandacht voor was. Dus aanvankelijk was de aandacht puur gericht op de beschuldigden. En slachtoffers en getuigen waren een soort bijzaak, wat dan natuurlijk tot toestanden geleid heeft waar dat er inderdaad wel degelijk revictimisatie was. En langzaam is dan het besef gegroeid dat daar meer aandacht voor moest zijn. En is ook eigenlijk het inzicht gekomen, als er aandacht is voor getuigen en slachtoffers in die processen, dat die processen ook beter verlopen en dat de impact daardoor ook groter is, omdat slachtoffers zich meer erkend voelen. Dus dat is eigenlijk een beetje de achtergrond. En de grote doorbraak is eigenlijk gekomen met het Statuut van Rome, waarin dat eigenlijk slachtoffers en getuigen, de zorg voor getuigen, een heel belangrijke plek gekregen heeft. En dat heeft dan eigenlijk voor ons het werk veel, als psychologen, het werk veel makkelijker gekregen, omdat het juridisch kader gemakkelijker gemaakt, omdat het juridisch kader daardoor eigenlijk wel veel duidelijker was. Wat ik ook nog wil meegeven, is dat als ik over slachtoffers spreek, en als psycholoog wil ik dat altijd wel even duiden,
Dat is natuurlijk psychologisch een heel geladen, beladen begrip. Maar als ik in deze presentatie over slachtoffers spreek, dan spreek ik zoals de juridische definitie het voorstelt, zoals het ook in het rapport staat, hè, degene wiens rechten geschonden zijn. Dat zegt helemaal niks over de weerbaarheid of kwetsbaarheid van een persoon. Ik denk dat dat belangrijk is om mee te geven. Ook omdat als we over trauma spreken en zo, bestaat nogal rap de indruk dat er een soort pathologie naar voren komt. Het is belangrijk om ons daarop te richten, maar dat is zeker niet het belangrijkste als we over slachtoffers spreken. Slachtoffers zijn veel meer dan hun eventuele trauma. Dat wil ik even meegeven. De volgende slide, alsjeblieft. Het eerste stuk wat ik even wil duiden, is wat we noemen een trauma-geïnformeerde benadering. En omdat eigenlijk de kennis over trauma heeft heel veel bijgedragen over onze kennis over hoe dat we best met slachtoffers omgaan, zeker in van die formele processen zoals een hoorzitting of een rechtszaak. Ja, volgende slide graag. En daarvoor wil ik even teruggaan naar de kernelementen van trauma die ik veronderstel de meeste wel gekend zijn. Is dat eigenlijk, als we als psycholoog over trauma spreken, dan spreken we altijd over... is dat iets dat veroorzaakt is door de blootstelling aan een gebeurtenis of aan een reeks gebeurtenissen die aan drie eigenschappen moeten voldoen. Ten eerste dat die zeer door de persoon zelf als zeer ernstig bedreigend ervaren werden, waarbij de persoon het gevoel had van ik ga doodgaan, ik ga zwaar gekwetst worden of er gaat mij iets heel erg overkomen. Die op tegelijk gepaard gaan met een enorm gevoel van angst en onmacht bij die persoon. En ten derde, die een intense stressreactie veroorzaken. Een fysiologische reactie van het lichaam met intense stress. Dus als aan die drie voorwaarden voldaan is, kan men eigenlijk spreken over een traumatische gebeurtenis. Bij trauma gaat het over de directe blootstelling aan die gebeurtenis, maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld iemand die een naaste verloren heeft of die het verhaal hoort van iemand, een kind of een partner die zo'n gebeurtenis heeft meegemaakt, kan ook traumatisch zijn. Plus, in sommige beroepssituaties kan het ook voorkomen dat mensen eigenlijk door de frequente blootstelling aan bijvoorbeeld foto's en beelden van traumatische ervaringen, daardoor ook symptomen van trauma krijgen. Een tweede element bij trauma wat belangrijk is, is dat het een langdurige impact heeft op iemands functioneren. En langdurig, dat kan soms een heel mensenleven of zelfs langer, daar gaan we het over hebben, duren. En een impact, dat wil zeggen fysiek, sociaal, emotioneel en spiritueel. Dus dat is eigenlijk een zwaar trauma vooral heeft eigenlijk een impact op alle aspecten van iemands functioneren. En de typische symptomen die daarmee gepaard gaan, die u waarschijnlijk ook al wel van gehoord heeft, dat is herbeleving, het niet kunnen controleren van herinneringen die altijd terugkomen, nachtmerries, een soort vermijdingsgedrag, hyperarousal, dus een continu gevoel van spanning, alsof er gevaar dreigt. Wat we ook vaak zeggen, trying to forget and being forced to remember. Hè? Dus mensen leven eigenlijk permanent met die herinneringen en dat leidt dan ook tot angst, depressie en zo. Wat dat ook belangrijk is, is dat dat heel veel impact heeft op betekenisgeving, toekomstvisie, sense of agency en ook in relationeel. Hè. Ik voeg dat ook toe, omdat wat bij ons in de westerse wereld vaak, als we over trauma spreken, staat dat vaak synoniem voor PTSD. Dat is uiteraard zo, dat is een diagnose, maar de trauma gaat veel verder dan enkele de symptomen die daarin beschreven staan. En zeker in postconflictgebieden, daar kom ik zelfs nog op terug, is eigenlijk de sociale impact van trauma ook wel niet te onderschatten. Ja, volgende slide, alsjeblieft. Als we dan kijken naar trauma na massamisdaden en systemisch geweld, zoals dat ook in het rapport beschreven wordt, dan gaat het wel degelijk over een ander trauma van een andere orde. Hè. Dat gaat over langdurig trauma, over een lange periode en een repetitie van zware traumatische gebeurtenissen. En dat leidt wat de psychologen extreem of complex trauma noemen. Dus doordat er een aaneenschakeling is van een hele reeks van gebeurtenissen. En ook dat wordt vaak beschreven als een soort geweld dat niet in woorden te vatten is. Hè. De unspeakable, dat eigenlijk van zo'n gewelddadigheid of zo'n gravity is, of zo'n zwaarte, dat er eigenlijk geen woorden op te plakken zijn.
En de impact gaat daarbij veel verder dan de individuele symptomen. Wat mij altijd opvalt, bijvoorbeeld als ik met slachtoffers spreek, is dat mensen die bijvoorbeeld zo'n soort collectief trauma of hebben meegemaakt, een aanval op hun dorp of in gemeenschap, wat dat die heel sterk benadrukt, is de impact die dat had op hun sociaal, op de sociale dimensie, wordt heel vaak naar voren gebracht. Veel meer dan de individuele symptomen. Mensen gaan niet snel praten over hun nachtmerries, over wat dat zij individueel voelen, maar meer bijvoorbeeld het schuldgevoel, het schaamtegevoel, het gevoel van niet in staat geweest te zijn hun familie te beschermen of de schaamte van misdaden die gepleegd zijn tegenover in het bijzijn familieleden en zo. Dus die sociale dimensie wordt eigenlijk heel belangrijk. En dat leidt dus tot wat we een collectief trauma noemen. En zo'n collectief trauma van een hele gemeenschap wordt ook vaak wordt gezegd, of de kans is groot, dat dat eigenlijk transgenerationeel wordt overgedragen. Dat dat dus niet stopt bij het einde van een mensenleven, maar dat dat eigenlijk voortgaat op de volgende generatie. De manieren dat dat voortgaat, ik ga daar niet heel hard over uitweiden, maar eigenlijk de mechanismen waardoor dat voortgaat, is enerzijds wat ze zo epigenetisch noemen, hè, wat vaak eigenlijk al tijdens de zwangerschap het risico verhoogt, hè, dat er bepaalde dingen misgaan, maar ook doordat mensen, ouders die zwaar trauma hebben meegemaakt, vaak minder in staat zijn om hun kinderen te beschermen, minder in staat zijn om emotionele attachments of verbinding te maken, vaak een soort verdoving hebben en dus eigenlijk niet genoeg een veilige omgeving kunnen bieden voor kinderen. Er is veel meer over te zeggen, maar ik hou voor deze briefing hou ik het daarbij. Wat dat ook belangrijk is bij zo'n collectief of zo'n intergenerationeel trauma, is dat dat eigenlijk ook ingebed geraakt in de verhalen die mensen over zichzelf vertellen, hè, over hun afkomst, van waar ze komen, hoe dat zij de wereld over zichzelf zien. En dat dat heel sterk ook hun toekomst bepaalt. Dat dat eigenlijk hun toekomst beperkt. Hè? Dat ze daardoor hun geloof in wat dat eigenlijk voor hen mogelijk is, daardoor ook beperkt wordt. En dan, dat dat ook uiteraard, en dat is ook wel belangrijk, denk ik, in de context waar we hier spreken, dat dat ook de kwetsbaarheid verhoogt voor nieuw trauma. Zeker als er... dan later mensen dan nog met discriminatie en zo geconfronteerd worden. En wat belangrijk is hier, is ook om eigenlijk te zeggen, daarbij aan toe te voegen, dat zo'n soort trauma, als er geen brede maatschappelijke interventie is, zoals bijvoorbeeld transitional justice is er daar één van, hè, niet de enige, maar één, dan blijft eigenlijk dat trauma voortduren. Hè. Dat is niet een trauma dat je kan oplossen door individueel met mensen te gaan werken of zo. Dus daar is eigenlijk veel meer van nodig. Volgende slide, alsjeblieft. Een ander aspect van trauma, wat ik ook graag wil benadrukken, dat is van een hele andere orde, dat is eigenlijk de impact van trauma op informatieverwerking. Dat is ook relevant als we praten over hoe dat slachtoffers hun verhaal doen in bijvoorbeeld in de rechtbank of in een hoorzitting. Wat ik daarbij wil benadrukken, is dat eigenlijk dat trauma altijd gepaard gaat, het moment, de traumatische ervaring, gaat altijd gepaard met een acute stressreactie. Dus eigenlijk een soort schok, hè. En die geeft een fysiologische reactie in het lichaam, waar je hebt zeker al gehoord van fight or freeze, hè, een soort reflex van het lichaam om eigenlijk op gevaar te reageren. Dat is een zeer sterke reflex die onder meer leidt tot de vernauwing van aandacht, maar ook eigenlijk een cascade van reflexen in gang zet. En door die fysiologische reactie is eigenlijk de informatieverwerking op dat moment gestoord. Dus de manier dat mensen informatie opnemen, bij zich registreren en dan opslagen en ook later kunnen ophalen, is eigenlijk verstoord. En dat is natuurlijk belangrijk als we mensen om te weten, om in het achterhoofd te houden, als we mensen gaan vragen om over traumatische ervaringen te praten. Volgende slide, alsjeblieft. Het is eigenlijk goed om even stil te staan bij de vergelijking tussen normale ervaring en een traumatische ervaring, waar dat bij normale ervaring de registratie eigenlijk op een hele natuurlijke manier gebeurt. Hè, waar dat dus via zintuigelijke perceptie van wat u hoort en ziet,
wordt eigenlijk, de informatie komt binnen en die wordt eigenlijk vrijwel direct gekoppeld aan bestaande concepten, bestaande kennis die u al heeft, waardoor de wereld eigenlijk verklaarbaar wordt. Hè. En daar worden woorden op geplakt en dat krijgt direct betekenis. En op die manier is het achteraf ophalen van herinneringen over een gebeurtenis vrij eenvoudig, omdat u kan teruggrijpen naar bestaande schema's en bestaande concepten. Bij een traumatische ervaring gebeurt dat heel anders. Hè. Daar is eigenlijk de opgeslagen informatie, wat we zeggen, is een exacte kopie van de zintuiglijke informatie die binnenkomt. Dus mensen zien, horen, ervaren geluiden, ze zien flitsen van wat er gebeurt en het is dat wat wordt opgeslagen. En dus eigenlijk mensen beschrijven dat is alsof het een film is. Hè? Als ze over hun herinneringen praten, die herinneringen blijven onverwerkt. Die blijven eigenlijk als die zintuigelijke momenten blijven die in hun geheugen hangen. En daarbij komt ook nog dat bij een trauma dat er geen uitoving is van de angstreactie. Dus eigenlijk mensen, als ze daaraan denken, gaan ze die flitsen zien of horen. Dat zijn ook vaak, daarom spreken we ook vaak van flashbacks. Gaan ze terug eigenlijk meegezogen worden alsof ze terug in de situatie zijn. Plus dat ze dan een intense angst veroorzaakt. En wat daar dan ook bij komt als gevolg, is dat het ophalen van herinneringen intense emoties brengt. Maar dat zo'n traumatisch geheugen, en dat is ook weer belangrijk voor de context van een hoorzitting, dat zeer gefragmenteerd is. Hè? Dat niet chronologisch is. Als we mensen vragen om over zo'n gebeurtenissen te spreken, dat vaak voorkomt dat mensen het moeilijk vinden om daar op een chronologische manier over te praten. Zeker als dat onverwerkt, als dat echt onverwerkt trauma is. Volgende slide, alsjeblieft. Daarbij komt ook nog dat ook relevant voor deze context, dat er een aantal triggers kunnen ontstaan. Hè? Die triggers, dus elementen die gelinkt zijn aan die traumatische ervaring, die emoties oproepen. En emoties, dat is dan vaak angst, woede of een soort afwezigheid van elke emotie, een soort bevriezen, dat gebeurt ook. En bij de herhaalde blootstelling aan traumatische ervaringen gebeurt het vaak dat er een soort netwerk ontstaat van die triggers die niet meer direct verlinkt zijn aan de gebeurtenis zelf. En die triggers zijn dus eigenlijk arbitrair, kan men eigenlijk vaak zeggen. Of die lijken arbitrair. En die zijn ook vaak onbewust. Die reactie daarop is vaak onbewust en lichamelijk. Waardoor dat mensen eigenlijk zelf niet meer weten dat ze in een soort reactie schieten op basis van een trigger. Ze zijn zich daar niet altijd van bewust. Dit leidt ook vaak tot lichamelijke klachten en depressie en zo. En de reden dat ik dat aanhaal is omdat dat vaak ook, het zijn die triggers of wat dat erachter zit, dat ook vaak een soort gevoeligheid triggert of creëert. Bijvoorbeeld voor alles wat daar in relatie staat tot ongelijke machtsverhoudingen of machtsmisbruik. Dat mensen daar bijzonder gevoelig zijn of het verlies van controle, dat een soort reactie triggert. Volgende slide, alsjeblieft. Wat heeft dat nu als gevolg voor wat dat mensen vertellen in een hoorzitting als ze als slachtoffer zijn of als getuige? De impact daarvan is dat eigenlijk het feit dat mensen bevraagd worden of ondervraagd worden of vragen moeten beantwoorden over een traumatische ervaring tijdens een hoorzitting of tijdens een meer formele setting, dat dus traumareacties kan uitlokken, omdat we dus inderdaad misschien zonder het te weten ergens die triggers gaan aanraken en daardoor eigenlijk reacties uitlokken. Vooral als er heel specifieke vragen worden gesteld over dingen die mensen zelf niet aanhalen, maar dus eigenlijk die voor ons misschien heel logisch lijken, maar voor het slachtoffer niet, dan kan het zijn dat er bepaalde reacties uitgelokt worden. Dat kan zowel, en dat kan eigenlijk ook vooraf, dat kan tijdens de getuigenis of nadien. Wat wij vaak zien is dat mensen bijvoorbeeld meer frequent nachtmerries rapporteren voor en tijdens het feit dat ze de week bijvoorbeeld dat ze bij ons in de getuigenstand zijn. De context van een interview speelt ook een belangrijke rol, omdat dat eigenlijk, als dat slecht aangepakt wordt, dan kan dat een soort van
ongelijke machtsverhouding herhalen. Hè, waar dan wie controleert hoe dat de bevraging verloopt. Als slachtoffers het gevoel krijgen van ondervraagd te worden, dan hebben ze weer het gevoel van ergens de controle kwijt te zijn en in een ongelijke machtsverhouding terecht te komen. Wat dan natuurlijk ook een soort, vaak afhankelijk van wat iemand heeft meegemaakt, een soort herhaling van het trauma kan zijn. Plus natuurlijk dat door het feit dat veelal herinneringen heel versnipperd zijn, dat de credibiliteit van iemand of de credibiliteit van zijn verhaal vaak ondermijnd wordt. Dat het lijkt alsof dat mensen eigenlijk niet geloofwaardig zijn omdat ze niet in staat zijn of contradictorisch een verhaal vertellen of niet in staat zijn om een coherent chronologisch verhaal te vertellen. Plus, en dat is een recente trend, denk ik, dat als mensen openbaar getuigen, dat ze ook, ook al worden ze dan goed behandeld in de rechtszaal en zo, dat er achteraf vaak een soort effect is op social media en dat ze daar dan vaak met zeer minachtende reacties moeten omgaan, die dan ook weer eigenlijk hun trauma versterken. In kort, het is die situatie die eigenlijk tot de secundaire victimisatie of de revictimisatie kan leiden. Hè? Dus het versterken van traumasymptomen doordat mensen eigenlijk komen getuigen. Daarover gaat het. Vaak zie je dat dan het feit dat er een herhaling is van dat trauma, dat de symptomen die mensen sowieso al hebben, dat die gaan toenemen. Dus niet alleen de directe symptomen, maar ook het gevoel van een laag zelfwaardegevoel en schuld en schaamte, alles wat daarbij komt, gaat eigenlijk toenemen, wat dat eigenlijk het omgekeerde effect is van wat je wilt bereiken als je slachtoffers hoort. En ten tweede, en dat vind ik het ook wel belangrijk om aan te stippen, daardoor, dat heeft niet alleen direct een effect op die slachtoffers, maar daardoor wordt eigenlijk het werk van het mechanisme, in dit geval het werk van de commissie, kan daardoor ook ondermijnd worden. Want als slachtoffers niet het gevoel krijgen van ik word erkend, ik word maar eerder het gevoel hebben van ik word hier geretraumatiseerd, dan gaan ze zich mogelijk van het mechanisme of van in dit geval de commissie afkeren en ondermijnt dat ook eigenlijk het werk van de commissie of de doelstelling. Dus daarom, dat is de reden waarom dit zo'n belangrijk verhaal is voor een situatie als deze commissie. Volgende slide, alsjeblieft. Het is tegelijk ook wel belangrijk om ook wel te benadrukken, want ik hamer nogal op de negatieve kant van het verhaal, maar het is ook wel belangrijk om te benadrukken waarom mensen toch bereid zijn om voor een commissie of in een rechtbank te gaan getuigen, ondanks het feit dat ze hebben meegemaakt. En vaak, mijn ervaring is dat die motivatie van mensen zeer sterk is. Hè. Mensen hebben een zeer sterke wil om dat te doen. En als we dan een beetje kijken naar wat daar is onderzoek naar gebeurd. Hè. Waarom willen mensen dit doen? Dan wat we zien als redenen, en die redenen drukken ook de verwachtingen uit die mensen hebben naar zo'n commissie, dat is dan de waarheid aan het licht brengen, erkenning eisen, verantwoording eisen, recht eisen. Gehoord willen worden, hun verhaal van onrecht en onmacht herschrijven, hè, door te vertellen eigenlijk dat bemeesteren en kunnen omkeren naar een verhaal van wel controle te hebben. Maar ook heel sterk een voorbeeld willen zijn voor andere slachtoffers. We zien dat slachtoffergetuigenissen, als die openbaar zijn, dat die vaak een heel positieve effect hebben op andere slachtoffers die zich daarin herkennen en die daarin ook zich dan ook erkend voelen. Vaak willen mensen dat ook hun verhaal delen als een soort van begin van een herstelproces of als deel van hun herstelproces. En ook, en niet onbelangrijk, betekenis willen geven aan wat dat er aan hen gebeurt. Een betekenis eigenlijk geven aan iets dat vooraf unspeakable of zonder betekenis was. Volgende slide. Met deze kennis in gedachten is er eigenlijk in de laatste jaren een soort benadering ontstaan die wij de slachtoffergerichte aanpak noemen. En dat is een specifieke manier om met getuigen en slachtoffers om te gaan in dit soort settings. Niet alleen in hoorzittingen, maar ook in andere settings. Volgende slide. Ah, dank u. Ja, staat er al. Waarin dat we eigenlijk die gericht is op, waarin we erop letten dat interacties met slachtoffers, de manier dat slachtoffers betrokken zijn bij het werk van zo'n commissie, dat heel hard gericht is op herstel. En het is misschien goed om dan even terug te gaan naar trauma en te kijken van hoe kan herstel er dan uitzien als we weten dat trauma, dat er geen uitdoving is van een angstreactie, dat eigenlijk mensen zich permanent, soms permanent bedreigd voelen.
is het belangrijk om bij interactie met slachtoffers in zo'n context om veiligheid te creëren. Als we weten, omdat we weten dat er vaak een gevoel van controleverlies is en machteloosheid, is het belangrijk om mensen controle te geven over wat er gebeurt. Ze hen geïnformeerde keuzes laten maken, een gevoel van agency te geven. Vaak gaat trauma, zoals ik zei, ook gepaard met een verlies van zelfwaarde, vaak door schuld en schaamte. Daarom is het ook zo belangrijk om terug een waardigheid en respect te geven door interacties, van dat te bevorderen. We hadden het over de versnipperde herinneringen en de emotionaliteit van veel herinneringen. En daardoor is het eigenlijk belangrijk om daarop voorbereid te zijn en een soort ondersteunende houding aan te nemen waar dat er eigenlijk ruimte is voor die, het feit dat die herinneringen versnipperd of emotioneel zijn. We weten dat er traumareacties zijn na triggers. Daarvoor is ook de ondersteunende houding zo belangrijk. Ik kom daar nog op terug. Is ook de nazorg belangrijk. Dat je kan op het moment zelf dat mensen getuigen eigenlijk slecht inschatten wat de impact is, maar dat is achteraf wel in te schatten. En daardoor is er ook een specifieke nazorg nodig. En plus dat veel mensen met trauma inderdaad nog blijven blootgesteld worden aan een herhaling van een soortgelijk trauma. En daarom is het ook belangrijk om in interactie ons te richten op de rechten, de wensen en de behoeften van slachtoffers. Maar ook tegelijkertijd hun verwachtingen wel te weten, te kennen en daar eigenlijk ook mee om te kunnen gaan. Volgende slide. En eigenlijk die slachtoffergerichte aanpak, daar kan je zeggen van wat is de minimale doelstelling daarvan is eigenlijk do no harm, zoals ze zeggen, het voorkomen van revictimisatie. Dat hangt ook samen met de zorgplicht. Dat bijvoorbeeld het internationaal strafhof heeft een zorgplicht naar zijn getuigen. Dus als er iets gebeurt met die getuigen of slachtoffers, omwille van het feit dat zij bij ons zijn komen getuigen, hebben wij een plicht om daar iets mee te doen. Er is een zorgplicht of een verantwoordelijkheid om revictimisatie te voorkomen. Dat is de minimumdoelstelling. De maximale doelstelling, als u wil, is dan eigenlijk om een kader te creëren waarin herstel kan plaatsvinden. Dat is natuurlijk dat is ook ambitieus, hè, maar ik denk dat ook wel goed is. Maar we weten ook uit ervaring dat bijvoorbeeld goede slachtoffergetuigenissen, mensen die zich op hun gemak voelen, die hun eigen verhaal kunnen doen, die daarin gehoord worden, die goed begeleid worden daarin, dat eigenlijk een soort catharsis-effect kan veroorzaken voor die mensen, maar ook vooral voor andere slachtoffers en de gemeenschap die naar die hoorzittingen luisteren. Verdere voordelen daarnaast van zo'n aanpak zijn eigenlijk simpelweg dat de kwaliteit van de afgelegde getuigenis verbetert. Als mensen goed begeleid worden tijdens hun getuigenis of dat in een goede context kunnen doen, dat de kwaliteit van dat ze zich meer op hun gemak voelen, dat de kwaliteit van wat ze vertellen, eigenlijk de kwaliteit van de evidence van de getuigenis beter is. Plus dat daardoor ook de impact van die getuigenis vaak groter is. Dat is natuurlijk vooral in rechtbanken van belang, waar dat er ook een soort echte waarheidsvinding moet gebeuren. Volgende slide. Oké. Als we dan eigenlijk het derde deel van mijn verhaal is, dan als we willen kijken naar wat dat dan betekent voor hoorzittingen met slachtoffers, wat zou dat dan concreet kunnen betekenen voor deze commissie, heb ik een aantal aanbevelingen opgelijst. En daarbij heb ik de structuur van zo'n slachtoffergerichte aanpak gevolgd. Bij de volgende slide ziet dus inderdaad in ons achterhoofd houdend dat we de preventie van revictimisatie voorop stellen, maar daarnaast ook willen bijdragen aan herstel. Als we die twee doelstellingen hebben, wat zijn dan eigenlijk dingen die in acht genomen moeten worden? En zoals ik zei, is het belang van veiligheid eigenlijk het eerste belangrijke. En voor mij, veiligheid in deze context is eigenlijk vooral een duidelijk kader voorzien. Hè? Een duidelijke procedure die dan eigenlijk die dan ook strikt bewaakt wordt en die dan uiteraard ook in overleg met de slachtoffers wordt besproken, dat daar geen verrassingen zijn. Ten tweede, dat ook rond de bevraging van slachtoffers, de manier dat slachtoffers al dan die vragen moeten beantwoorden, dat heel strikt afgegrensd is en dat er ook heel duidelijke regels voor zijn. En mijn aanbeveling is daarbij van eigenlijk ons te beperken tot een uitnodiging om een verhaal te vertellen.
En eventueel ondersteunende vragen om mensen aan te moedigen om verder te gaan in hun verhaal, maar niet verder te gaan. En dan dat ook wat onder een strikte leiding te laten doen. Ten tweede, wat ook belangrijk is, is een heel duidelijke goede voorbereiding van slachtoffers die naar hier gaan komen. Bijvoorbeeld door vragen op voorhand te stellen, door op de richtlijnen op voorhand duidelijk te maken van wat er verwacht wordt of wat zouden zij willen vertellen, van dat eigenlijk op voorhand te communiceren, zodat mensen zich goed voorbereid aan de situatie kunnen beginnen. Maar tegelijk ze ook voorbereiden op een mogelijke impact van zo'n getuigenis. Hè? Dat mensen goed beseffen wat de impact daarvan kan zijn. En daar dan ook eventueel een soort psychologische risicoanalyse van maken. Van, zijn mensen eigenlijk weerbaar genoeg of zijn zij genoeg op de hoogte daarvan om met die mogelijke negatieve impact om te gaan. En daarnaast... dat is ook iets wat een rechtbank frequent gebruikt is. Denk ik dat waar nodig bestaat er de mogelijkheid om beschermende maatregelen te gebruiken. Wat bij ons bijvoorbeeld de klassieke maatregelen zijn, is dat iemands identiteit wordt afgeschermd. Dat dus bijvoorbeeld de identiteit wel geweten is, wel gekend is door de mensen die in de zittingzaal zitten, maar niet bij het publiek, wat natuurlijk de impact later beperkt. Eventueel in een situatie van groot risico een gesloten zitting, dat gaat een beetje tegen de doelstelling van de commissie, en daar kan ik me voorstellen, maar die mogelijkheid moet eventueel bestaan. Maar zeker ook vooral van achteraf een follow-up te voorzien. Dus dat van achteraf terug te gaan naar slachtoffers om te evalueren wat de impact geweest is. Het punt is natuurlijk, één keer dat mensen hun verhaal verteld hebben, is de geest uit de fles, om het zo te zeggen, en is heel moeilijk om die impact te controleren. Het is veel makkelijker om op voorhand beschermende maatregelen te nemen dan achteraf de impact van zo'n getuigenis te moeten hanteren. Volgende. Ja, inderdaad. Sorry. Als het gaat over hoe dat we... de focus op rechten, wensen en behoeften van slachtoffers en ook het belangrijke aspect van geïnformeerde keuzes. Dat spreekt eigenlijk voor zich, hè, van slachtoffers zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en zoveel mogelijk keuze te geven over de manier, de modaliteiten van hoorzittingen, hoe dat ze georganiseerd worden en alle aspecten die georganiseerd moeten worden. En ze ook te consulteren over... wat zijn hun verwachtingen? Hè? Want het managen van verwachtingen is heel belangrijk. En ook duidelijk aan te geven welke verwachtingen niet realistisch zijn. Van dat op voorhand uit te klaren. En ook bijvoorbeeld in de keuze van wie dat er komt getuigen. Van daar ook inderdaad van dat in een participatieve manier te beslissen. Ook weer al het belang van voorbereiding en het slachtoffers op voorhand te laten kiezen, bijvoorbeeld over de duur van hun getuigenis, over wat ze willen vertellen en zo. Van daar geen verrassingen rond te zijn. En ook verrassingen rond te creëren en alles zoveel mogelijk voorspelbaar te maken. Ze de tijd te geven hun verhaal te vertellen. En ook, en dat ligt vaak moeilijk, ook eigenlijk geen veronderstellingen te maken op voorhand of tijdens de hoorzitting over wat het moeilijkste is voor slachtoffers, want eigenlijk weten we dat niet. Dat is zo individueel, we kunnen niet inschatten wat de slachtoffers aankunnen of niet en wat ze willen en waarom dat ze dat willen. Dus daarin moeten we eigenlijk een heel bescheiden houding aannemen. Dat mensen eigenlijk ook de mogelijkheid moeten hebben om op elk moment, ook al hebben ze de beslissing genomen om te getuigen, om daarvan af te zien, om eigenlijk hun toestemming ongedaan te maken, om het zo te zeggen. Volgende slide. Het herstel van waardigheid en respect is ook, gaf ik al aan, is kritisch. En daarvoor is eigenlijk een beetje contradictorisch, maar is vooral het belang van een formeel kader belangrijk. Van zo'n getuigenis te horen in een zeer formeel kader, dat geeft een extra gewicht aan zo'n getuigenis. Dat is ook in een rechtbank. Hè. Een rechtbank is eigenlijk een soort theater waarin dat alles op een zeer formalistische manier gebeurt, waarin dat woorden zeer veel gewicht dragen, zoals in een commissie. Maar dat is ook belangrijk om in zo'n context een verhaal te luisteren. Maar daarin, in zo'n formele context moet dan ook heel expliciet benadrukt worden dat de hoorzitting de getuigenis een soort van een vorm van erkenning is voor het slachtoffer. Dat daar ook op geen enkele manier aan getwijfeld wordt. En
dat dat ook door die formele setting, dat dat ook een soort van begin kan zijn van een herstel en een herstel van een machtsonevenwicht dat de persoon ervaren heeft. Dat er een uitnodiging is om een verhaal te vertellen, dat zei ik al eerder, wat ze noemen het free narrative, hè. Mensen echt hun verhaal laten vertellen op de manier dat zij dat willen vertellen, met een nadruk op de dingen die zij belangrijk vinden. En dat zijn dan vaak niet de dingen die als toehoorder belangrijk vindt, maar mee te gaan in het verhaal zoals de persoon het vertelt. En een soort ondervraging te vermijden. Ondervraging is eigenlijk, wat willen wij weten, wat zijn de feiten? Maar dat gaat eigenlijk in de context van zo'n een slachtoffer die zijn verhaal vertelt, gaat dat eigenlijk niet goed samen. Ook deel van het formele kader is ook mensen expliciet welkom heten, zeer formeel ook, namens de commissie en ook danken om dat te doen. En ook die erkenning ook expliciet uit te drukken. En wat ik persoonlijk ook denk, is dat belangrijk is om zoveel mogelijk bij de selectie van getuigen, of slachtoffers liever, sorry, zoveel mogelijk persoonlijke verhalen te horen. Want ik denk, een persoonlijk verhaal, dat is makkelijker voor andere slachtoffers om zich daarin te herkennen. En dus de erkenning die dan komt, geldt dan ook voor andere slachtoffers met een vergelijkbaar verhaal. En dan het laatste punt, dat ligt misschien moeilijker, maar denk ik ook wel heel belangrijk, van ook de voor zover mogelijk de waardigheid in het publieke debat te bewaken. Want zoals gezegd, de impact van zo'n getuigenis stopt niet als iemand de zittingzaal verlaat, maar gaat eigenlijk verder in de wereld daarbuiten. En dan als laatste, rond die ondersteunende houding, wat ik daarover vooral wil zeggen, is dat, en dat zal niemand verbazen, is dat zo'n getuigenissen van slachtoffers wel eens emotioneel kunnen zijn. En dat als toehoorder dat je daar wel op voorbereid moet zijn. En dat er dus ook ruimte moet zijn voor mensen om hun emoties uit te drukken. Wat dat die emoties ook zijn. Hè. Soms kan het ook de afwezigheid van een emotie zijn. Hè. Dat is soms voor mensen ook... het feit dat mensen geen emotie tonen, zegt niks over de authenticiteit van hun verhaal. Hè. Het is niet omdat iemand met tranen een verhaal vertelt, dat dat meer authentiek is dan iemand die dat op een beheerste manier doet. Want waarom mensen emoties tonen, heeft veel te maken met de manier dat ze dat verwerkt hebben. Maar ook het niet tonen van emoties kan ook een vorm van soort afstand zijn die gecreëerd is om zichzelf te beschermen. Dus daar moeten we ook op voorbereid zijn. Ik denk dat als je naar slachtoffers luistert, moet je ook voorbereid zijn om veel woede te horen. En dat is vaak lastiger. Ik zie in een rechtbank bijvoorbeeld vaak dat het eenvoudiger is voor mensen om naar verdriet te luisteren. Daar kunnen we ons beter mee identificeren. Maar als mensen kwaad worden, is dat moeilijker. Dan vinden we, dat past niet, vaak niet in het beeld dat we hebben over een slachtoffer dat weerloos is. Maar een slachtoffer dat eigenlijk zich kwaad maakt en terug controle, daardoor eigenlijk controle neemt, dat vinden we vaak als toehoorder moeilijker. Wat ook belangrijk is, is dat er tijdens dat er iemand aanwezig is die bijvoorbeeld naast het slachtoffer kan zitten, die eigenlijk gewoon fysiek nabij is tijdens de getuigenverklaring of de slachtofferverklaring. Dat kan iemand zijn die het slachtoffer kent of uit de gemeenschap komt, maar die dus aanwezig is om ter plekke een soort van psychologische eerste hulp te bieden als dat nodig is. Vaak is er niet veel nodig, kan het voldoende zijn om een glas water te geven, om even gewoon bij iemand te zijn. Maar dat is wel belangrijk, dat mensen zich niet alleen voelen. En ik denk ook, om dan terug te keren op het soort vragen dat dan gesteld wordt of niet gesteld, dat er wel de mogelijkheid moet zijn, als dan de vraagstelling bijvoorbeeld via de voorzitter verloopt, van wel ondersteunende vragen te stellen of expliciet empathie uit te lokken. Want dat kan ook wel zeer eenzaam zijn om ergens te zitten en gewoon een verhaal te moeten doen zonder dat er iemand reageert. En dat in die ondersteuning, dat daar ook mensen hun moed en hun veerkracht die nodig is om zo het publiek te komen getuigen, dat wel benadrukt moet worden. Dat is wel belangrijk. En het allerlaatste punt is dat we wel weten dat vanuit ervaring dat zo nazorg voor slachtoffers, dat wel belangrijk is. Dat is misschien niet voor iedereen belangrijk. Dat zal ook afhangen van wat voor soort, wie dat erop geroepen wordt en wat de impact is. Maar het is wel belangrijk om dat te voorzien. Dus mijn voorstel zou zijn om iemand te identificeren samen met de
de diaspora of met de gemeenschap die een psycholoog die slachtoffers kan begeleiden. Vooraf, maar ook achteraf, als dat nodig is. En dus inderdaad van een follow-up te voorzien, achteraf. Ik denk dat dat mijn lijst met punten is. Ja, dank je. Dank u wel, mevrouw Michels, voor een zeer interessante uiteenzetting. Een mix tussen een theoretische achtergrond en eigenlijk een praktische handleiding voor ons met zaken waarop we moeten letten. Ik geef graag het woord aan de collega's. In volgorde van grootte, ik ga alle fracties af. Meneer Van der Donkt. Ja, mevrouw Michels, hartelijk dank voor die uiteenzetting. Dat was boeiend. Ik heb toch een aantal opmerkingen. Natuurlijk, wanneer we vertrekken van de klassieke verhouding slachtoffer-dader, dan is er vaak de situatie kleinschalig dan. Hè, wanneer wij voor de rechtbank staan, u verwijst af en toe wel eens naar de rechtbank. Ofwel is er dan... Weet men wie juist de dader is in het verwerken van het trauma van de slachtoffers van de daders, is het heel belangrijk dat men dan ook duidelijk ziet dat die dader, fysiek, ook veroordeeld wordt en zijn verantwoording opgelegd krijgt. Nu, u zal het met mij eens zijn dat in dit dossier die klassieke dader-slachtofferhouding dat helemaal overstijgt, omdat dat zodanig ruim is... dat het moeilijk is om juist slachtoffers te omlijnen, maar ook de daders te omlijnen. Dus daar zitten we al met een zeer grote uitdaging om die afleiding duidelijk te maken. En ik denk dat dat toch de basis moet zijn om in dit dossier, specifieke dossier, ergens tot een remediering te komen. En dan... Ik weet niet of u het dossier, want u had natuurlijk weinig tijd. U bent in het allerlaatste moment opgeroepen geweest, of dat u het dossier al grondig, specifiek dit dossier, al grondig hebt kunnen bestuderen. Want mij staat het voor dat de rechtstreekse daders, rechtstreekse slachtoffers, dat die mensen er niet meer zijn. Dus de vraag is... u spreekt, u hebt dat ook aangehaald in uw uiteenzetting. U gaat naar een intergenerationeel trauma. Maar hoe omschrijf je dat? Hoe omkader je dat en hoe lijn je dat af? Er wordt wel verwezen naar de mensen van de diaspora. Maar dan stelt zich in die context ook weer de vraag. Ik vraag dat wat uw visie daarover is. Dus ik ga hier nog geen oordeel vellen over wat dan ook. Maar we kunnen er toch niet onderuit dat over grote gedeelten van de aanwezige diaspora in ons land, die mensen zijn in de tijd gevlucht, niet omwille van het koloniale beleid, maar omwille van het beleid nadien. Mensen die vervolgd werden in hun land, die dan hier asiel zijn komen opvragen, ten tijde van het Mobutu-regime, maar ook nadien nog. Vallen die mensen binnen in het kader van het slachtoffer? Zoals in dit dossier. Ik stel me die vraag, wat is uw visie daarover? Moeten wij die mensen, met ongetwijfeld ook hun trauma's, waarvoor alle respect natuurlijk, maar moeten wij die meenemen in het kader van de opdracht van deze commissie, die er eigenlijk op gericht is om, hoe moet ik het gaan zeggen, twee gemeenschappen, laten we dan zeggen aan de ene kant... de nazaten van de kolonialen en anderzijds de nazaten van de slachtoffers, beweerd slachtoffers van het kolonialisme. Dat is heel moeilijk. Hè? Hoe gaan wij die mensen... Want ik kan mij best inbeelden dat zowel... Allee, we worden alle twee geconfronteerd met een erfenis die wij niet gewild hebben, die wij ook niet veroorzaakt hebben. En hoe moet je dan gaan komen tot een vergelijk, tot die mensen, die twee groepen bij elkaar te brengen? Men kan hier niet gaan zeggen, jij bent de schuldige, jij moet boeten. Dat is heel moeilijk. Ik bedoel, ik kan me moeilijk inbeelden dat ik zou moeten gaan boeten voor hetgeen dat mijn grootvader, ik denk niet dat hij mij zo iets verkeerd gedaan heeft in zijn leven, maar wat hij mogelijkerwijze zou gedaan hebben. Dus dat is al een heel moeilijk issue en dat is een grote uitdaging van deze commissie en ook een boeiende uitdaging om die trauma's te verwerken. Dus de eerste stap gaat moeten zijn de juiste afleiding van wie is er nu slachtoffer? En ik denk alvorens dat wij dan
slachtoffers gaan horen, dat we daar eerst over duidelijk moeten zijn. Ik spreek hier niet strikt juridisch, maar we moeten toch ergens zien dat we hier niet de verkeerde groep binnenhalen in deze commissie. Want dat zou dan eigenlijk ook weer het debat verleggen naar andere discussies. Dus wat is uw visie daarop? Stel dan toch dat wij erin slagen om tot een duidelijke afleiding te komen. Ik denk dat we dan breder moeten gaan kijken dan diaspora, ook de mensen die nog daar wonen, hè, en nazaten van slachtoffers van het koloniale tijdperk. Hoe gaan we naar remediering? Hè? Dat is een grote vraag. Je zegt, ja, die mensen naar hier halen, pas daarmee op, moet daar voorzichtig, heel omzichtig mee omgaan. Want dat kan leiden tot revictimatie. Dat is echt een hele uitdaging. Het is ding. En kijk daar ook naar de voorzitter. Moeten we toch nog eens goed over nadenken voor ons dat we die mensen naar hier gaan halen? Kan dat achter gesloten deuren? Eventueel wel. Hebben we dan nog wel de juiste personen hier ter plaatse? Ik denk dat het slagen van deze commissie staat of valt met het uitnodigen van de juiste slachtoffers, bij manier van spreken. Dat is misschien wat beperkt uitgedrukt. Maar moeten we ook eens niet gaan kijken, eventueel, of moeten we ook niet de stem in het kader van, en stel dat we de juiste gevonden hebben, dat we dan ook wat vertegenwoordigers binnenhalen, naar hen luisteren, ook van de mensen die dan ja, de intergenerationele schuld op zich zouden moeten nemen, om daar naar te luisteren. Want het zijn mensen die geen rechtstreekse... ik wil dat niet beperkt houden of niet denigrerend doen of niet wat dan ook, maar rechtstreekse slachtoffers zijn er bijna niet, rechtstreekse daders zijn er ook niet. Dus we moeten komen tot een verzoening van die twee mensen om op die manier dan die geschiedkundige trauma's te gaan verwerken. En het zal niet zijn van met de vinger wijzen, jij bent de grote schuldigen of jij bent het grote slachtoffer. Ik denk dat we gaan moeten komen tot respect voor hetgeen er verkeerd gelopen is, aandacht voor hetgeen er verkeerd gelopen is in het verleden. En de vraag is, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? Enkel en alleen door te focussen op de slachtoffers, of moeten we ook kijken naar andere elementen in het dossier? Dus ja, mevrouw Michels, u zal waarschijnlijk wel geweten hebben wanneer u naar hier komt, dat dat geen evidente oefening is die we onszelf opgelegd hebben, in het belang van. Hè. Maar tot hiertoe mijn tussenkomst. Dus ik zit met heel wat vragen en ik hoop dat wij op het einde van de werkzaamheden van deze commissie, dat u dan eventueel de werkzaamheden kan meenemen in uw verdere studies gericht zijn op verzoening. Dank u wel, meneer Van der Donkt. Monsieur De Fossé. Merci, monsieur le président. Merci, Madame Michels, pour cette présentation, qui était vraiment très intéressante. Et avant tout, pour une petite question pratique, est-ce que nous pourrions recevoir votre présentation? Je pense que ce serait utile pour pouvoir vraiment bien se plonger dedans et bien la relire. Je veronderstelle dat dat geen probleem is. Ja, we gaan dat verspreiden. Je vous remercie. J'ai une série de questions, j'en ai peut-être beaucoup, mais je préfère les poser parce que je crois que c'est important que nous soyons bien préparés. Tout d'abord, sur la question de la catégorisation de victimes. Donc, on sait que nous allons, par exemple, auditionner des gens de la diaspora. Donc, la diaspora, ça fait longtemps. Donc, pour certains, ce sont souvent des enfants, petits-enfants. Donc, on parle effectivement de victimes transgénérationnelles. Mais néanmoins, elles ont aussi développé au fil du temps une résistance, une résilience. Elles sont devenues militantes parfois. Elles sont, voilà. Est-ce que le fait de les catégoriser comme victimes uniquement ne risque pas d'avoir un effet inverse, j'ai envie de dire, où elles se sentiraient un petit peu dénigrées dans le travail qu'elles ont fait depuis des années, certainement depuis ces dernières années. Donc, comment est-ce qu'on peut jouer, pas jouer, c'est pas le terme, mais comment est-ce qu'on peut mélanger à la fois leur statut de victime, mais également leur statut de militance en réalité pour certaines d'entre elles. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous avez parlé de justice transitionnelle. Est-ce que la justice transitionnelle ne vient pas en deuxième étape et que la première étape, c'est d'abord la reconnaissance des faits, que c'est extrêmement important et que donc on irait peut-être trop vite en parlant de justice transitionnelle, qu'il faudrait en fait dire d'abord on reconnaît les faits et après on peut entamer ce processus-là. C'est ma deuxième question.
Ma troisième question, c'est, en réalité, je trouve que nous avons une position un peu particulière parce que nous travaillons bien sûr sur la responsabilité de l'État belge, donc de la Belgique, et donc nous allons auditionner des gens qui ont été victimes de l'État belge et de la Belgique, et donc se retrouver face à une commission composée de Belges. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que les victimes ne se sentent pas suffisamment en sécurité, même si, bien sûr, nous ne sommes pas personnellement, et plus aucun Belge aujourd'hui, presque plus aucun Belge n'est responsable de ça, mais est-ce que donc il n'y a pas, pour la victime, un risque supplémentaire de traumatisme, en disant, mais est-ce qu'elle va oser parler aussi librement qu'elle pourrait le faire, je sais pas, au milieu de sa communauté, ou avec d'autres communautés que des Belges, qu'avec des Belges qui sont d'origine. Pardon, j'ai plusieurs questions, mais je trouve que c'est hyper intéressant, donc je vais... voilà. Moi, j'ai aussi une question sur... Bon, on parle d'événements qui datent d'il y a longtemps, même s'ils ont connu des impacts. Quel est l'impact pour une victime qui a subi des choses il y a 60, 70, 80... Peut-être pas 80 ans, enfin 60, 70 ans, pour venir expliquer ça? Quel est l'impact sur leur... la clarté de leur témoignage sur comment est-ce qu'elles se sont aussi construites au fil de ces années par rapport à ça, et quel pourrait être cet impact sur les sessions d'audition qu'on pourrait avoir. Enfin, la question des médias sociaux, ça, je pense que c'est effectivement extrêmement important. On connaît tous la violence des médias sociaux, certainement ici en politique, mais pour beaucoup de personnes, c'est extrêmement violent. Et donc, est-ce qu'on peut envisager des auditions à huis clos dans ce cas-là? Mais est-ce que ça doit être systématique? Est-ce que ça ne pourrait pas être, en fait, simplement une option laissée aux personnes qu'on auditionne de est-ce que, oui ou non, vous êtes d'accord que ce soit public? Est-ce que vous préférez que ce soit à huis clos? Est-ce que c'est une option qu'on peut proposer à la victime? Et alors, encore deux questions. Donc, on sait qu'il y a beaucoup encore de gens qui veulent ou qui voudront témoigner. On devra faire une sélection, probablement, certainement, que ce soit d'ailleurs des gens de la diaspora ou certainement des gens qui vivent encore au Congo, Burundi et Rwanda. Et donc, on pourrait peut-être envisager différentes formes de témoignages, y compris des formes écrites. Mais dans ce cas-là, ça veut dire une forme écrite, c'est-à-dire une contribution où il y a un risque de ne pas être accompagné par la suite. Est-ce que le fait de témoigner de manière écrite nécessite également un accompagnement pour la personne par la suite? Et ma dernière question, c'est, j'entends parler des émotions. Ça m'a frappé en me disant, mais c'est vrai que dans certaines cultures, montrer ses émotions n'est pas forcément une bonne chose. Et donc, c'est aussi la question de la différence culturelle qui n'est pas toujours évidente. Et je ne sais pas comment correctement gérer ça. Comment est-ce qu'on peut, nous, anticiper, ou en tout cas mieux se préparer face à des différences culturelles qui pourraient nous être un petit peu, qui pourraient être déstabilisantes pour nous, et en tout cas qui nous permettraient de ne pas comprendre correctement ce que la victime ou la personne qui est auditionnée voudrait dire. Voilà, ça c'est toute une série de questions. J'ai beaucoup de questions, je suis désolé, mais j'ai trouvé vraiment ça passionnant et je pense que c'est très très important que nous soyons bien préparés pour la suite. Merci. Merci bien, monsieur De Fossé. Ik kijk ook op het scherm, omdat verschillende collega's online zijn ingelogd. Zijn daar mensen die nog het woord vragen? Anders ga ik naar de VB-fractie met meneer Ravits. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Michels, voor uw uiteenzetting. Zoals u in uw inleiding aangaf, is het... Eerst en vooral een algemene blauwdruk vanuit uw expertise, hoe u een en ander in algemene termen ziet naar methodologische aanpak van hoorzittingen ook met, tussen aanhalingstekens, slachtoffers. Maar op het laatste van uw slides staat daar dan toch de diaspora. Dus hebt u het toch wat gealigneerd op onze concrete bezigheden. Nu... Zoals meneer Van der Donk zei, en niemand gaat dat hier ontkennen, de genese van deze commissie, ik weet niet als u dat weet of als u dat toen gevolgd hebt, in juni 2020, juli 2020, de genese van de toenmalige voorzitter van de Belgische Kamer was
Black Lives Matter als beweging. Dat was de context waarin een en ander zijn ontwikkeling zag. Met daaraan toegevoegd het initiatief, de démarche van het Belgisch Koningshuis bij monden van de koning, die toen verontschuldigingen heeft publiek geuit. Goed, dat is wel belangrijk. Want het internationaal strafhof van Den Haag is natuurlijk iets helemaal anders. Niet zozeer op het vlak van intergenerationele traumatische zaken en dergelijke meer. Maar het internationaal strafhof van Den Haag, daar gaat het. Ik geef twee voorbeelden. Bosnië, heel concreet. Slachtoffers, getuigenissen van mensen, zoals meneer Van der Donk zei, die nog in leven zijn. Met concrete daders, schenders in oorlogssituatie van de mensenrechten. Bon, er zijn ook veroordelingen geweest. De genocide in Rwanda, juist hetzelfde. Dit is hier een totaal andere setting, hè? Want wij zijn, ik en mevrouw Pontier, zijn, ik dacht vorig jaar, of in het voorjaar, ik wil er vanaf zijn, wij zijn de diaspora die zich ook wat gebundeld had op dat moment, mijn voorzitter was ook aanwezig, wij zijn de verzuchtingen van de diaspora, en ik heb hier heel weinig andere collega's gezien van andere fracties op dat moment, in het gebouw van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, zijn wij gaan beluisteren. En wat valt mij op, en je kunt dat ook deels terugvinden in het rapport, ja, dat heel veel van de verzuchtingen en van de desiderata over zaken handelen die zij nu ervaren. Dus wat gaan we hier meemaken? We gaan hier meemaken, en ik ben geen profeet, en ik bedoel het niet negatief, en ik bedoel het ook niet als intentieproces. Wij gaan hier heel veel getuigenissen over hedendaags racisme meemaken, die dan een koppeling die wij als fractie minder zien zitten, maar goed, dat moeten we zich niet over uitlaten, die dan door de betrokkenen zullen gekoppeld worden aan het koloniaal verleden van deze staat. Dat zal er hier gebeuren. Die mensen gaan hier niet komen discussiëren over het verleden, hoor. Daar ben ik dus misschien deels, maar de hoofdzaak zal gaan over hun ervaringen nu. Dat maakt het natuurlijk, en ik zit daar een beetje in de lijn van meneer Van der Donk, wel zeer, zeer anders. Niet negatief, hè? Anders dan hetgeen u hier uiteenzet. Dus ik weet ook niet goed hoe uiteraard wel een aantal algemene benaderingen, hoe we uw blauwdruk, geschetste proeven van blauwdruk, hoe dat we dat dan zullen toepassen in deze commissie. Ik was gecharmeerd door collega Briers, het voorstel van collega Briers, daarnet bij de discussie over de methodologie, dat wij inderdaad eerst en vooral luisteren. We moeten dat misschien nog verder uitdiscussiëren, maar dat we eerst luisteren zonder vragen te stellen. En dat we achteraf het debat onder politici voeren. Ik denk dat dat een verstandige beslissing is, want dat we anders, en dan zit ik echt in uw thema, volledig, dat we anders een soort tensie, een soort spanning gaan creëren in de commissie, die eigenlijk het doel van deze commissie, waar ik nog steeds achter sta, namelijk reconciliatie, verzoening en ook erkennen van historische verantwoordelijkheden door de Belgische staat, waar ik nog steeds achter sta. Maar allee, het vergt toch wel een andere benadering dan alleen maar een slachtoffer-dader benadering. Dus bedankt voor uw uiteenzetting. En ik denk dus dat we zeer voorzichtig moeten zijn en toch ook wel een beetje kritisch moeten zijn dat we hier, en ik vrees daarvoor, ik zeg dat heel eerlijk, voorzitter, dat we hier de volgende weken, want ik veronderstel dat dat over meerdere weken gaat zijn, dat we hier een ellenlange lijst van hedendaagse klachten over allerlei zaken en aantijgingen, al dan niet op feiten gebaseerd, van achteruitstelling, van discriminatie en dergelijke meer.
Dat is toch wel een andere focus dan wat er in uw beroepsomgeving gebeurt. Want u zei, ik werk momenteel in Den Haag. Dank u wel. Dank u wel, meneer Ravid. Ik kijk naar het scherm of er daar mensen zijn die willen tussenkomen. Madame Gilson. Oui, merci, monsieur le président. Chers collègues, madame Michel, merci beaucoup pour votre exposé. Effectivement, en regardant votre document et en vous écoutant, je me pose certaines questions que je me permets de partager avec vous. Tous les aspects que vous mentionnez sont évidemment des aspects qui sont tirés de votre expérience à la Cour pénale internationale de La Haye. Je serais intéressée vraiment d'avoir votre analyse sur la transposition de toute cette méthode des auditions de personnes qui ne sont pas des victimes directes et de la même manière que les auteurs également ne sont plus présents. Et donc, je ne voudrais pas que notre commission, finalement, si elle devait appliquer toute cette méthodologie que vous proposez, se retrouve à fonctionner comme une cour pénale internationale, comme un tribunal pénal, comme une cour saisie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Je ne m'estime pas, en toute humilité, comme parlementaire. Je pense que ce n'est pas mon rôle de siéger dans ce qui deviendrait une sorte de cour pénale. Et donc, voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur cet aspect de votre méthodologie et le lien avec la résolution qui a été votée par le Parlement, qui a donné des missions à notre commission, mais nous n'avons pas été installés pour être un tribunal ou une cour pénale. Merci de votre contribution à notre réflexion. Merci, Madame Gilson. Het woord is aan Jan Briers voor de CD&V-fractie. Dank u, meneer de voorzitter. Dank u, mevrouw Michels. Ik vond het heel boeiend. Ik ben blij, meneer de voorzitter, dat u deze sessie hebt ingelast. Enkele vraagjes. Dus als ik goed heb geluisterd, dan is een slachtoffer iemand van wie dat de rechten geschonden zijn. Dus dat kan ook iemand zijn die op vandaag geen emotionele problemen heeft, geen angst, geen pijn. Maar dat kan dan toch nog een slachtoffer zijn. Hè. Dat heb ik toch goed begrepen, hè, als u daar dieper op wil ingaan. Het collectief trauma van generatie tot generatie. Dus dat bestaat ook nog bij de Congolezen bijvoorbeeld, die hier al generaties lang zijn, maar die hier ooit individueel zijn toegekomen. Dus toch hebt u het over een collectief trauma. Klopt dat? Dan, wat het trauma zelf betreft, er komt dus geen uitoefening van de angstreacties, normalerwijs, maar er is toch herstel mogelijk door bijvoorbeeld interactie. En wat kan daar bijvoorbeeld onze eigen rol in zijn? Een traumatische informatieverwerking is er dus ook bij de tweede en of de derde generatie die het incident niet beleefde, maar wel de gevolgen ervan kent en die ervaart. Kan u daar wat dieper op ingaan? En dan nog twee vraagjes. De follow-up. Als ik het goed begrijp, moeten wij eigenlijk als commissie op voorhand gaan bepalen wat onze verantwoordelijkheid bij die follow-up is. U had het over een follow-up na 3-6 maanden. Hoe ziet u zelf die follow-up? En dan mijn laatste vraagje. We moeten hen tijd geven om hun verhaal te vertellen. Kan u ons een idee geven over hoeveel tijd we hen daartoe geven? Minimum, maximum? Dank u. Dank u wel, meneer Briers. Mevrouw Reinaert voor de Vooruitfractie. Dank je wel, meneer de voorzitter. Ja, dank je wel, mevrouw Michels, voor uw toelichting.
Nu, ik begrijp dat u uit uw toelichting dat de hoorzittingen zelf die we hier organiseren, dat die eigenlijk gezien moeten worden als onderdeel van het herstel dat wij als bijzondere commissie kunnen bieden als vertegenwoordigers van de Belgische staat, eigenlijk als parlement. We zijn al bezig met herstel. Dan zijn hoorzittingen uiteraard belangrijk, maar denkt u dat we als commissie nog meer moeten doen ten aanzien van de slachtoffers vanuit uw ervaring in het strafhof? Wat is nog belangrijk, denkt u? Dat is een eerste vraag, daarover wil ik graag even uw mening horen. En dan een tweede vraag die eigenlijk aansluit bij de vraag van collega's. De experten in het rapport gaven eigenlijk aan dat er 3 soorten slachtoffers zijn. Als je kijkt naar koloniaal verleden, de primaire slachtoffers die rechtstreeks schade hebben geleden, maar dan ook de secundaire slachtoffers, dat zijn mensen die meestal verwant zijn. Dus de generaties die volgen van degene die primair slachtoffer waren, ook de tertiaire slachtoffers, zijn alle personen die zich slachtoffer vonden van de daden. Dus ja, die woede wordt ook generaties doorgegeven. Dat gaven de experten ook aan vorige week tijdens hun toelichting, ook al bijvoorbeeld door gemiste kansen die zij hebben. De expert vorige week beschreef dat eigenlijk als een waterval van emoties dat zich doorheen generaties doorbeweegt. Dat zijn dan natuurlijk secundaire of tertiaire slachtoffers. Die mensen zijn met heel veel. Dus we zullen denk ik zeer voorzichtig moeten zijn in onze keuze wie we gaan horen. Want anders kunnen we daar opnieuw een risico lopen dat mensen zich benadeeld voelen of opnieuw slachtoffer voelen van de keuze die we gaan maken. Hebt u ervaringen die u daar kan delen in het kader van wat u allemaal, uw werkzaamheden in het kader van het internationaal strafhof, over hoe we dat kunnen aanpakken, omgaan met secundaire slachtoffers? Ik denk dat het belangrijk is dat we niet opnieuw een fout maken, want anders zijn we opnieuw weg met een probleem. Dus dat is een tweede vraag. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Reinaert. Ik kijk nog even rond als er nog parlementsleden zijn die het woord willen. Als dat niet het geval is, wil ik u graag het woord teruggeven om de vele vragen te beantwoorden, maar niet zonder te vermelden dat wij daarnet effectief hebben beslist om luistersessies te organiseren met de diaspora-organisaties die wij in de komende weken zullen zien, waarbij dat we dus effectief hen het woord zullen geven zonder de mogelijkheid om vragen te stellen zoals we eigenlijk klassiek doen. Het woord is aan u. Dank u. Heel veel vragen. Ik kan als een teken zien dat het zeker de boodschap tot denken aanzet. Dat was denk ik de bedoeling. Ik zal proberen. Ik hoop dat ik ze allemaal goed genoteerd heb. De eerste vraag over de slachtoffer-daderrelatie. En ik begrijp dat door het feit dat ik voor het internationaal strafhof werk, dat inderdaad die relatie direct naar boven komt. Maar zoals u weet, ik heb niet over daders gesproken tijdens mijn uiteenzetting. In de zin van de methodologie die ik beschreven heb, is eigenlijk ook een methodologie die in andere soorten transitional justice mechanisms, als je die zo noemt, kan gebruikt worden. Bijvoorbeeld waarheidscommissies en zo. Het hoeft niet direct in een justitiële of een juridische context, hè, waar dat een slachtoffer en een dader is. Dus dat is ten eerste een punt. Ten tweede, ook bij ons in het internationaal strafhof zijn er heel veel mensen die getuigen wiens directe dader niet de persoon is die beschuldigd is. Hè? Omdat we bij ons degene die de hoogste verantwoordelijkheid hebben. Dus eigenlijk is dat ook een situatie die veel voorkomt, dat mensen getuigen, maar niet direct tegen hun dader. Maar inderdaad wel in een duidelijke context van dader en slachtoffer. Voor mij is eigenlijk moeten we een stap terugzetten. Ik denk voor En nu haalt heel veel dingen aan, wat ik ook een beetje als rode draad door de vragen ziet, van dit gaat over zo'n lange tijd en zo'n diversiteit van slachtoffers. Hoe gaan we daar een lijn in trekken? Hoe gaan we daar mensen in selecteren? Dat hoor ik heel hard naar boven komen. Ten eerste, ik denk dat het belangrijk is om als we over herstel praten, de eerste, voordat we slachtoffers en daders en schuld en dat we daar op dat niveau komen, is belangrijker om eigenlijk gewoon mensen inderdaad te beluisteren en gewoon in hun waarde te laten en hun verhaal te laten vertellen. Los van dat dan, de mensen hebben wel een idee over wie daar schuld aan is, maar zonder dat dan geobjectiveerd wordt of dat er inderdaad eigenlijk schuld toegekend wordt. Er is een stap ervoor waarin dat gewoon een deel van de erkenning is van gewoon te luisteren naar die verhalen. Dus hoe dat je dat afleidt intergenerationeel, dat is inderdaad
Dat is niet gemakkelijk. En ik ben heel voorzichtig, want ik heb jullie rapport gelezen, maar ik ben zeker niet zo goed erin thuis. Jullie hebben een team van experten die vragen veel beter kunnen beantwoorden dan ik. Dus ik ben voorzichtig om daarop in te gaan. Maar gewoon in het algemeen. Het punt is en dat eigenlijk... het is heel moeilijk om dat te bepalen wat er dan intergenerationeel overgedragen wordt. Maar vaak is dat een algemeen gevoel van... Zich uitgesloten voelen of ergens geen erkenning gekregen te hebben of het gevoel van onrecht, van onderdrukt te zijn geweest. En dat uit zich ook in heel veel verschillende, op heel veel verschillende manieren, ook vandaag. En dat is natuurlijk, ik ben mij zeer bewust van de complexiteit van uw taak. En ik geloof inderdaad ook wel dat de selectie van getuigen enorm belangrijk gaat zijn om dat ook naar voren te brengen. Maar het punt is, en ik besef dat dat niet echt een antwoord op uw vraag is, maar dat is mijn visie erop, is dat we moeten ergens aanvaarden dat dat zich op heel veel manieren uitdrukt. En dat er ook ruimte moet zijn voor die verschillende uitdrukkingen. Wat ik daar ook wil aanstippen, en dat is ook al een beetje een antwoord op een latere vraag rond de verschillende categorieën van slachtoffers. Inderdaad, hè, er zijn de slachtoffers eerste, primaire, secundaire en tertiaire. Psychologisch is die afleiding niet zo duidelijk. Het is niet omdat je direct afstammeling bent van, of direct een trauma ondergaan hebt... Uiteraard is de kans veel groter dat je zwaar getraumatiseerd bent als je het zelf hebt meegemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat als je een kind bent van iemand die dat heeft meegemaakt, of een kleinkind bijvoorbeeld, of verder afstaat, dat er geen traumatisatie is. Dus ik geloof dat in het rapport, heb je dat ook ergens gelezen, dat het lijden kan men niet kwantificeren. Men kan niet zeggen, jij staat drie stappen verder van degene die het eigenlijke lijden heeft ondergaan, dus je hebt geen... Je lijdt niet meer. Vreemd genoeg, psychologisch kunnen we dat zo niet stellen. Omdat dat natuurlijk zeer complex is. Wat dat wel is, is dat natuurlijk hoe verder dat je gaat, hoe meer andere factoren een rol gaan spelen. Maar dat is dus het moeilijke. Vandaar bijvoorbeeld dat wij ook, als wij, of wat dat in veel van die hoorzittingen of in de strafrechtelijke context of anders gezegd wordt, is dat we niet kijken naar dat we eigenlijk... De beschermingsmaatregelen bijvoorbeeld in een hoorzitting laten afhangen van de situatie van de persoon, van de individuele situatie van de persoon, en minder van wat dat die heeft meegemaakt en welke categorie dat is van slachtoffer. Want dat wil eigenlijk zeggen, het gaat echt over de draagkracht van iemand, hè, die bepaalt wat voor soort ondersteuning dat iemand nodig heeft. Hè. Ik hoop dat dat een beetje een antwoord op uw vraag was. Min of meer, ja. Misschien komt er nog... meer. Ja, want u heeft het ook over... ja, inderdaad, de volgende stap van verzoening en zo. Ik denk dat wordt ook in het rapport aangehaald. Verzoening is echt wel veel stappen verder. Hè. Ik denk, de context waar ik over praat, is echt inderdaad gewoon slachtoffers beluisteren en het verhaal van die slachtoffers, van hun visie of hun ervaren of hun beleving van wat er gebeurd is, toe te voegen aan het werk van experts. En dat gaat eigenlijk vooraf aan schuldbepalingen, dat gaat zeker vooraf aan verzoening. Hè. Dat is echt eerst de eerste stap. Inderdaad, want het gaat over de historische schuld. Om proberen de tweede set van vragen te beantwoorden. De vraag over... Ik ga het in Nederlands beantwoorden, als dat oké is voor u. Dat eigenlijk het idee van een slachtofferschap, dat ingaat tegen het idee van resilient te zijn. Ik volg u helemaal, maar het is daarom ook dat ik in het begin zeg, wanneer ik over slachtoffers spreek, dan spreek ik over de juridische definitie in de zin van de persoon wie onrecht is aangedaan, maar dat zegt niks over hoe weerbaar mensen zijn. En inderdaad, mensen worden soms die een soort vanuit hun slachtofferschap of gewoon in het algemeen een zeer activistische, weerbare positie hebben ingenomen, die worden niet graag als slachtoffer behandeld. Hè. Maar dat neemt niet weg dat hen ook wel onrecht is aangedaan. Dus ik denk dat je ook in de benadering van slachtoffers daar zeer neutraal in moet zijn. Dus vandaar ook dat ik zeg, je mag niet...
Je mag geen veronderstellingen hebben over wat dat dan moeilijk is voor iemand. Je moet iemand op een neutrale manier benaderen vanuit het feit dat er onrecht is aangedaan. En dan sommige mensen gaan zich als slachtoffer voelen en anderen helemaal niet. En dat is oké. Okay, dus de benoeming van slachtoffer zegt niks over de psychologische waarde, de psychologische gewicht dat daaraan vasthangt eigenlijk. Ja, inderdaad, de vraag over dat dit slachtoffers zijn van de Belgische staat, hè, en dat ze hier terug inderdaad in een mechanisme van de Belgische staat zitten, dat is uiteraard, dat heb ik ook denk ik aangehaald, inderdaad een van de risico's van revictimisatie, dat ze opnieuw het gevoel krijgen van, als dat slecht aangepakt wordt, hè, van opnieuw ergens niet erkend te worden of onderdrukt te worden. Anderzijds denk ik, ik ben daar misschien optimistisch in, dat is, als dat op een goede manier aangepakt wordt, kan dat ook wel ergens corrigerend zijn. Dat dezelfde Belgische staat eigenlijk nu wel mensen hoort en slachtoffer herkent in hun lijden. Dat kan ook ergens... Ik zou niet zo ver willen gaan door te zeggen dat herstellend of helend is. Ik denk dat we daar realistisch over moeten zijn, maar dat toch ergens wel corrigerend kan zijn. Dat zien we ook uit de ervaringen van bijvoorbeeld waarheidscommissies, dat dan toch ergens een soort corrigerend effect heeft. Hoe dat het is voor mensen die, u zei 60, 70 of inderdaad de mensen die het zelf hebben meegemaakt, om over feiten te spreken die zo lang geleden zijn. Ik denk dat dat heel hard afhangt van de persoon. Dat hangt heel hard af van... Als iemand daarover wil praten... Soms is het zelfs voor mensen beter om... Of is het gemakkelijker om later in hun leven over die dingen te praten dan eigenlijk als ze pas gebeurd zijn. Je ziet dat vaak bij mensen die dan als ze op een latere leeftijd komen... Dat ze dan eindelijk hun verhaal beginnen te vertellen. Een verhaal dat vaak ook veel te moeilijk geweest is om ervoor te vertellen. Je ziet dat vaak een generatie overslaat, dat ze hun verhaal aan hun kleinkinderen vertellen, het verhaal dat ze nooit aan hun kinderen verteld hebben. Dus ik denk, op zich zie ik daar geen probleem in. Natuurlijk, iemand moet gemotiveerd zijn en gezond genoeg om het verhaal te vertellen, maar op zich is daar niet echt een probleem mee. Dat verhaal gaat sowieso gekleurd zijn door het leven dat iemand geleid heeft. Maar dat op zich, denk ik, zou geen probleem moeten zijn in de context van zo'n commissie. Ja, de impact van sociale media is inderdaad, denk ik, een gevoelig punt. U sprak over hoorzittingen achter gesloten deuren. Ik denk dat er... Uit mijn ervaring is er ook een tussenoplossing. Want een gesloten deur maakt u natuurlijk, dan stopt u de transparantie van het proces. Maar er is ook de mogelijkheid, technisch gezien, om gewoon iemand te laten getuigen, maar zijn identiteit of haar identiteit niet vrij te geven. Bijvoorbeeld door het gezicht niet te filmen of de naam niet te zeggen of een pseudoniem te gebruiken. Maar wat bijvoorbeeld de commissieleden wel op de hoogte zijn van wie dat er getuigt, maar dus dat buitenaf het publiek dat niet is. Dus dat is eigenlijk een tussenoplossing. Want getuigenissen helemaal achter gesloten deuren horen, denk ik, gaan misschien in, volgens mij, tegen de spirit van de commissie. Wat dat ook soms gebeurt, is dat sommige delen van de getuigenis achter gesloten deuren worden gehoord. Bijvoorbeeld zeer, maar dat gaat dan, denk dat dat hier misschien minder van toepassing is, maar bijvoorbeeld als er over seksueel geweld getuigd wordt, dat dan, als het over de feiten zelf gaat, dat achter gesloten deur gaat en de rest open. Dat is misschien iets moeilijker, maar ik denk dat er technische mogelijkheden zijn om mensen te beschermen zonder dat de transparantie van de hoorzittingen in het gedrang komt. Maar dat is inderdaad... En uw vraag, of dat dan afhangt van de vraag, van de wens van de persoon... Ik denk wel hè, dat iemand, als iemand goed in staat is om de impact te kunnen inschatten en zegt ik wil toch openbaar getuigen, ja, dan moet die wens gerespecteerd worden. Als iemand zegt ik wil getuigen, maar ik wil niet dat ik achteraf op sociale media geminacht word of zo, ja, dan moet daar rekening mee. Volgens mij moet daar dan wel rekening mee gehouden worden tot in een zekere mate. Dus dat is zeker wel iets waar dat de mensen in betrokken moeten worden in die keuze. Ook omdat dat, tenzij dat je echt een volledige risicoanalyse gaat doen vooraf,
dat dat moeilijk is om objectief in te schatten wat het risico is. Het gaat eigenlijk vooral over de veerkracht van mensen om met die impact achteraf om te gaan. Hè. Daar gaat het over. Het punt over geschreven getuigenis. Een geschreven getuigenis is denk ik, heeft minder... Het risico is lager op revictimisatie dan een getuigenis in een hoorzitting. Gewoon omdat het proces van iets op te schrijven is eigenlijk veel gecontroleerder. Hè. Dus het is veel makkelijker om een verhaal op te schrijven, daar tijd te laten overgaan en dat in te dienen, dat creëert ook een afstand. Dan echt live te moeten zitten en de feiten te vertellen. Hè. Ook bijvoorbeeld als iemand schrijft en er komen bijvoorbeeld traumatische reacties, kan iemand even pauze nemen en zo. Dat is allemaal veel gecontroleerder. Dus ik denk dat de begeleiding daarvan minder is. Wat niet wegneemt, dat als jullie inderdaad andere soorten van getuigenis gaan vragen, dat er ook wel aandacht moet zijn voor de psychosociale kant inderdaad, of voor de impact. Maar dat hoeft niet op dezelfde intensieve manier dan eigenlijk... Voor mij is het risico voor revictimisatie vooral groter bij mensen die echt live komen getuigen. De culturele verschillen, absoluut. Hè, dat is zo. Mensen drukken lijden uit in verschillende manieren. Hoewel meer en meer, denk ik, hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer dat ik denk dat er ook wel een grote universaliteit in zit. Dat je lijden wel herkent, ongeacht welke cultuur. Maar dat denk ik dat iets is dat dan met mensen uit de gemeenschap ook besproken kan worden. Hè. Dat is misschien goed om het daarover te hebben in de voorbereiding. Van wat zijn bepaalde dingen waarop moet gelet worden. De vraag rond de genezen van de commissie en zo. En waar gaan de diaspora over spreken? Ten eerste nog eens, hè. Ik werk inderdaad voor het internationaal strafhof, maar ik denk de methodologie die ik heb aangereikt gaat veel verder dan die strikte setting. Wij werken inderdaad met slachtoffers of met daders die er nog zijn. Dat is zeer... Dat is een andere setting, absoluut. Maar ik denk dat de methodologie vrij vergelijkbaar is. Hè. De trauma-geïnformeerde aanpak en de slachtoffergerichte aanpak is iets dat ook in andere settings gebruikt wordt. Dus is dat niet gebonden echt aan een strafrechtelijke context. Ik ben zeer voorzichtig om in te gaan op de inhoud van het rapport, omdat ik denk dat ik daar niet de best geplaatste voor ben. Maar... en wanneer ik naar de diaspora verhuis, in mijn aanbevelingen, dan is dat inderdaad ook als zijnde de groep van slachtoffers. Hè. Maar inderdaad, dat mensen gaan vertellen over wat ze nu meemaken en dat dat moeilijk is om dat terug te brengen naar... Waar trek je daar de lijn in? Ik denk dat de realiteit, dat is dan mijn persoonlijke mening, de realiteit is ook wat dat mensen nu meemaken, is misschien ook gelinkt aan wat er vroeger gebeurd is. Of ik zal het anders zeggen. Wat dat in zo'n proces belangrijk is, is dat er eigenlijk... dat is ook als u zich herinnert wat ik schreef over de impact van massamisdaden. Hè, dat er ergens eerst een soort... Dat er in het reinen moet gekomen worden met de geschiedenis om het proces te kunnen stoppen wat dat nog altijd doorgaat. Ja, meneer Ravid. Mevrouw Michels, ik vind het zeer interessant wat u zegt, maar ik laat u zelf wat meedenken. Conflict Armenië-Turkije. Het intergenerationeel trauma van de Armeense gemeenschap. Zeer sterk vertegenwoordigd in Frankrijk. Er is ook een vertegenwoordiging in België, uiteraard. Dus de Armeense diaspora. De uniciteit van dit verhaal is, van ons verhaal hier, is dat we straks bij die luistersessies mensen gaan horen die zich nu concreet achtergesteld voelen, miskend voelen, noem het zoals u wil. En u hebt gezegd, ja, intergenerationeel uit zich op, mag en kan zich op verschillende wijzen uiten. Maar de Armeense gemeenschap, die voelt zich niet achtergesteld in Frankrijk, ik zou bijna zeggen in tegendeel, of in België, of elders waar. Dus dit is hier een zeer unieke setting
waarbij ik nogmaals beroep doe op de nuchterheid van iedereen, dat wij hier wel iets heel speciaals meemaken. Hier gaan we mensen horen die zeggen dat ze intergenerationeel geraakt zijn en dat die negatieve zaken tot op vandaag blijven doorwerken. Dat hebben we niet bij de Armeniërs. Daar gaat het over een historische discussie. Dus dit is hier heel speciaal en daarom pleit ik nog eens voor zeer voorzichtig te zijn. Want dat is ook de wijze waarop de autochtone bevolking gans het dossier hier percipieert. Men is bereid om historisch mee te gaan, zoals men ook bereid is om naar de Armeense verzuchtingen te luisteren. Maar wanneer daar een permanente structurele koppeling is aan het verleden, dan kom je tot volledig andere effecten. Ik kan het u maar meegeven. Dat is geen kritiek op u, hè, maar ik laat u gewoon even de vergelijking maken met, met het Armeense collectief geheugen. Dank u. Ja, klein intermezzo, maar voilà, geen probleem. U kan daarop reageren, verder gaan met uw antwoorden. En dan komt er sowieso nog een ronde. Parlementsleden die nog willen reageren, zullen dat dan ook kunnen. Oké. Ik zal heel kort reageren. Dank u voor het is inderdaad een interessante vergelijking. Ik ben geen specialist in de Armeense genocide, dus ik ga daar van weg blijven. Maar ik begrijp uw standpunt. En ik zie ook ik begrijp uw standpunt in de zin van dat ik zie de complexiteit van waar u zich. En de perceptie, wat ik wil meegeven, is inderdaad, en dat hoor ik verschillende mensen zeggen, is dat de selectie van getuigen en de manier van de aanpak gaat heel hard de perceptie aanduiden. Maar wat ik denk ik probeer te zeggen heb van het verhaal van transgenerationeel overdracht is dat is wel degelijk een realiteit. En dat bepaalt niet alles in mensen hun leven. Hè. En nog eens, we kunnen dat niet kwantificeren. In sommige mensen hun leven zal dat een grote rol spelen, in andere niet. Maar het is er wel degelijk. En ik denk de eerste stap, als psycholoog denk ik dan de erkenning van wat er toen gebeurd is, ongeacht van in welke mate dat nu nog een rol speelt, is wel zeer belangrijk. Dat is eigenlijk, verder ga ik daar niet op in, want ik zou praten over dingen waar ik geen expert in ben. Wacht hoor, waar was ik nu? Ja, dus inderdaad, nog eens de bemerking van de collega online. Van, we zijn geen tribunaal, nee, uiteraard niet. En ik begrijp nog eens de verwarring die dat misschien gecreëerd heeft. Mijn standpunt komt vanuit een bredere visie. En het horen van mensen die geen direct slachtoffer zijn, ja, ik denk dat dat nodig is, maar dat is inderdaad moeilijk om die afleiding te maken. En ik denk... ik ben me zeer bewust van de unieke natuur van de zeer delicate oefening die u moet maken. De vraag van meneer Briers rond mensen die geen emotionele problemen zijn en toch slachtoffer zijn. Ja, als ik naar slachtoffer verwijs, dan verwijs ik naar, zoals dat ook in het rapport staat, puur het feit dat er mensen onrecht is aangedaan. Dat zegt niks over hun emotionele conditie. Je kan slachtoffer zijn en geen enkel emotioneel probleem hebben. En je kan slachtoffer zijn en heel veel problemen hebben. Dus die twee staan los van elkaar. Dat wou ik even duidelijk maken. Dus het psychologische gevoel van zich slachtoffer voelen is iets anders dan de juridische term van slachtoffer te zijn. Dus dat is even de emotie, of dat mensen emotionele problemen hebben of niet. Dat bepaalt misschien tot welke mate dat ze zich... Dat feit dat ze slachtoffer zijn van iets, dat dan nog een rol speelt in hun leven. Maar op zich doet dat niks af aan de... of staat dat los van de juridische definitie. Ja, het collectief trauma en mensen die individueel naar hier gekomen zijn. Ja, het collectief trauma is eigenlijk het feit... We spreken over collectief trauma als het gaat over misdaden die gebeurd zijn aan... Of die van belang zijn voor een hele grote groep mensen. En die groep heeft daar eigenlijk op een of andere manier collectief of samen hebben die de vergelijkbare dingen meegemaakt. Hè. Of hoe dat die levens zich dan later ontwikkelen, heeft daar weinig mee te maken. Dus de oorsprong van de misdaden zijn eigenlijk collectief. Wat dat dus, en ik denk de term collectief trauma slaat ook vooral op het feit dat de impact daarvan verder gaat dan de individuele impact. Hè. Dat gaat over...
het feit hoe dat mensen hun eigen sociale normen bepalen, hoe dat mensen hun gemeenschappen benoemen, hoe dat mensen hun afkomst benoemen. Dat gaat over die dingen die eigenlijk verder gaan dan het individuele. Dat gaat over het collectief, hoe mensen zich als gemeenschap organiseren. Hè. Dus als dat eigenlijk geraakt is door de brede, de grote schaal van misdaden, dan spreken we over collectief trauma. Ja, geen uitoving van angst en de rol van de commissie. Ik hoop dat ik uw vraag goed begrepen heb. Ik denk, nog eens, hè, de rol van de commissie is vooral om de hoorzittingen op een zo goed mogelijke manier, op zo veilig mogelijke manier te organiseren. Ermee rekening houden dat sommige mensen, niet ook niet iedereen, maar sommige mensen nog wel een misschien, hè, ook niet, dat is ook niet duidelijk, of ik bedoel, dat is niet per definitie zo, maar misschien als er nog last hebben, als er ergens trauma is. En nog eens, dat kan historisch trauma zijn, maar dat kan ook trauma zijn over wat dat er hen nu overkomt, dat daar wel angst bij komt. Ik heb geschreven tweede, derde generatie. Ik denk dat u ook bedoelt daar even van, hey, hoe gaan we om met mensen die dan hier inderdaad zitten als zij de tweede of derde generatie. Ik denk dat ik daar al op geantwoord heb, hè, dat blijft doorwerken, maar dat die impact niet altijd zo duidelijk is. Ja, die follow-up is de zorgplicht is iets, dat is een vraag die ik me stel. Ik heb daar het antwoord niet op, dat moet u als commissie bepalen, of dat er een soort zorgplicht bestaat. Heeft u... Dat is een bedenking die ik mij maak. Ik heb daar geen antwoord op, hè. Afhankelijk van wat die uitkomst daarvan is. Als u als commissie zegt, nee, we hebben daar geen verantwoordelijkheid voor, dan is de kous af. Maar als u dat zegt van als commissie, we hebben wel een soort zorgplicht, dat getuigen die hier komen wel achteraf daar geen schade van ondervinden, ja, dan moet je een soort follow-up organiseren, op zijn minste de nodige beschermende maatregelen nemen om te zorgen dat mensen geen secundaire victimisatie doormaken. Die follow-up zie ik eigenlijk vooral als iets dat gewoon het inchecken met iemand achteraf, hoe het met iemand gaat, dat hoeft niet echt een formele... Dat kan ook gebeuren door de persoon bijvoorbeeld die de slachtoffers zou kunnen begeleiden. Ja, en hoeveel tijd? Dat is ook een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik denk dat zeer individueel is. Maar ik denk dat als commissie dat je daar wel afhankelijk van het aantal slachtoffers dat er gehoord kan worden, dat er wel een richttijd kan zijn van ongeveer. Maar daar binnen dan mensen nog wel de keuze hebben. Ik denk niet dat hier... Ik vermoed... Ik weet het niet, maar ik denk voor iemand om een paar uur lang te getuigen, dat is al een zeer intensieve bezigheid. Hè? Zeker als er... Het hangt ook af van de vragen die gesteld worden. Dus dat is moeilijk om te zeggen. Denk de laatste set vragen, als ik het goed voor heb, dan de hoorzitting als deel van herstel, wat is er nog belangrijk? Dat is geen makkelijke vraag. Van mijn perspectief is inderdaad, ik zeg altijd, het feit dat mensen gehoord worden, dat is al zeer belangrijk. En het gehoord worden is niet alleen het gehoord worden in de hoorzitting, maar ook dat hun verhaal ergens opgenomen wordt, hè, in het uiteindelijke document dat dan, of wat dat er ook gebeurt. En dat daar ook eventueel aanbevelingen aan gekoppeld worden voor herstelmaatregelen en zo. Dus dat horen op zich is een erkenning, maar dat dan ook leidt tot dat dat toevoegt aan het verhaal van de experten, denk ik, is ook zo. Iemand zei mij ook, en sorry, ik denk dat ik die vraag ergens... misschien gemist heb van inderdaad, ik denk dat een van de eerste vragen was van het betrekken van mensen die niet alleen hier zijn, maar ook in Congo en Rwanda zijn en Burundi. Ja, dat is inderdaad. Het lijkt mij logisch dat die er ergens in betrokken worden. Hoe? Dat is, ik heb daar ook geen antwoord in. Ik ken ook niet de mogelijkheden van uw commissie. Ik zou wel wat ideeën hebben, maar ik wil u niks. Ik denk persoonlijk, maar dat is echt puur mijn persoonlijke mening, denk ik dat er zijn verschillende manieren om mensen te betrekken bij zo'n commissie. Hè. Bijvoorbeeld in Sierra Leone, om een voorbeeld te geven. Als de waarheidscommissie daar was, werden er bijvoorbeeld ook schoolkinderen gevraagd om kunstwerken te maken rond wat dat zij als misdaden zagen of wat zij als hun belevenis. En die kunstwerken werden dan tentoongesteld
in de gebouwen van de waarheidscommissie. Dat is ook een vorm van participatie. Hè? Participatie hoeft niet altijd te zijn dat iemand hier komt zitten en een verhaal doet. Er is u vermelde geschreven participatie. Men kan daar een grote creativiteit in vinden. Ik denk dat daar ook een soort participatieve benadering wel belangrijk in is, dat er mogelijkheden zijn om mensen... Zolang er ergens een boodschap wordt gegeven, we erkennen dat u mogelijk een slachtoffer bent en we geven u de ruimte om dat uit te drukken en dat ergens mee te nemen in het werk van onze commissie, dat is al een soort... Dat is erkenning en dat is ook een... Erkenning is de eerste stap naar herstel. Dus ik denk dat dat... de drie soorten slachtoffers. Zoals gezegd, voor mij... dat is een zeer logische indeling, denk ik, hè, die algemeen gebruikt wordt. Maar nog eens, psychologisch gezien is dat niet zo, is er niet zo'n één-één relatie tussen. Uiteraard, hè, mensen die zware misdaden zelf hebben meegemaakt, de risico op zware traumatisatie is veel groter. Maar dat wil niet zeggen dat iemand van de één of twee generaties verder daar niet nog altijd de sporen van draagt. Maar dat, zoals gezegd, ja, dat kan je niet meten. Zo. Dat is moeilijk. Dus psychologisch gezien is die indeling minder, is die meer fluide, denk ik. Dus je kan niet zomaar zeggen van jij bent categorie 1, dus dat heeft impact op herstel of herstelmaatregelen, maar op psychologische impact is dat niet zo duidelijk. Dat hangt ook af van de veerkracht van mensen. Ik denk dat ik ze min of meer allemaal beantwoord heb. Dank u wel voor een zeer precieze, gedetailleerde antwoord, inderdaad. Zijn er nog reacties, collega's uit de zaal, die nog willen tussenkomen? Meneer De Fossé? Oui, merci pour vos réponses. J'entends surtout la question de la différente catégorie de victimes, c'est important. Et je pense qu'on risque d'avoir des victimes qui veulent aussi entrer en dialogue avec nous, qui ne veulent pas rester juste comme être entendues. Alors, et certaines le voudront, donc il faudra aussi peut-être qu'on se trouve une souplesse par rapport à ça, selon le type de personnes à qui nous avons affaire. Je pense en tout cas que nous devons, chaque groupe ici, doit s'engager justement à protéger ces victimes et à ne pas les revictimiser, pardon. Et donc ça veut dire aussi que chacun, et entre nous, et je suis sûr que c'est le cas, mais s'engage à avoir beaucoup de respect pour toutes les histoires qu'on va entendre, y compris les sentiments sur ce qui se passe actuellement pour ces personnes. C'est extrêmement important, je pense que ce sera nécessaire. Sur la question des médias, vrai que vous n'en avez pas parlé non plus, pas peut-être, mais les médias sociaux, oui, mais il y a aussi les médias tout court, les médias traditionnels. On risque d'avoir des gens qui vont être à la porte avec des caméras, etc. Et donc il faudra aussi voir comment est-ce qu'on peut pratiquement protéger du coup les victimes qui viendraient témoigner anonymement, même si c'était public, mais anonymement. Je pense qu'il faudra aussi qu'on parle de ça. Et peut-être que la commission sur les victimes des violences sexuelles dans l'Église, peut-être qu'ils ont aussi entendu des victimes. Enfin, on peut voir comment ils se sont organisés pratiquement. Enfin, c'est peut-être juste quelque chose qui me vient comme ça et voir ce qu'on peut adapter aussi. Et alors, je pense qu'effectivement, nous ne sommes pas un tribunal. Je pense que c'est bien clair. Mais par contre, nous avons un objectif qui est d'identifier la responsabilité de l'État et des structures intermédiaires. Ce n'est pas un rôle de tribunal, mais par contre, c'est important et ça nécessite également, évidemment, de pouvoir entendre les victimes et de pouvoir entendre ce qu'elles ont à dire. Donc, c'est vrai que la nuance est là, mais c'est quand même important qu'on puisse le faire. Et ne pas seulement entendre les victimes, mais il faut qu'après les auditions, après le travail de la commission, il y ait un résultat. S'il n'y a pas de résultat, ce sera encore pire. Et donc, si on entend les victimes, il faut qu'on puisse se mettre d'accord sur le fait qu'on les entend et que donc on s'engage aussi à réparer, peu importe la manière dont on répare, en tout cas à réparer, enfin peu importe, non pas peu importe, mais en tout cas, il y a différents types de réparations, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais donc il faut qu'il y ait un engagement à ce que ce soit, s'il y a un vrai résultat dans cette commission. Je pense que c'est important par respect pour les victimes, mais aussi par respect pour nous-mêmes, pour notre travail. Merci encore pour votre présentation et les réponses à mes questions. Merci, monsieur De Fossé. Ik kijk nog verder rond. Zijn er nog mensen die willen tussenkomen? Dat is niet het geval. Wil u daar nog een reactie? Toch wel? Ah, madame Gilson, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, madame Michels. Évidemment, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut voir les choses de manière plus élargie.
Je n'étais pas du tout enfin, confondue par le fait que vous nous présentiez une méthodologie, mais je voulais quand même, par ma question, signaler qu'on s'engage avec une méthodologie comme ça, peut-être dans une démarche dont, en tout cas, la pratique, la mise en pratique jusqu'à présent a été dans le cadre de procès où il est vrai aussi en Sierra Leone et d'une comité vérité et réconciliation, mais là c'est une commission qui a été mise en place très peu de temps après, quasi concomitamment à la fin de la guerre civile. Ici nous sommes un timing bien ultérieur, et donc c'est tout ça qui fait. D'autant plus quand j'entends aussi effectivement mon collègue dire il faut qu'on s'engage déjà sur le fait de réparer, peut-être pas forcément le type de réparation. D'un autre côté, vous avez dit aussi dans votre exposé qu'il fallait bien préparer les auditions, bien préparer les victimes. Peut-être même envoyer un cadre, une liste de questions avec l'invitation. Nous, on avait une proposition de notre président d'entendre déjà certaines associations la semaine prochaine, donc dans 8 jours. En vous entendant, je me demande si c'est une bonne idée de faire ça à si bref délai. Sans avoir, comme vous avez l'air de le suggérer, préparer davantage les questions. Mais est-ce que justement dans la préparation des questions à leur poser, et j'ai bien entendu qu'il ne faut justement pas faire un interrogatoire, hein, il faut plutôt donner un cadre, qu'est-ce qu'on attend, qu'elles viennent déposer leur histoire, et on les écoutera et on ne posera pas de questions, justement, pour ne pas qu'il y ait une sensation de mise sous interrogatoire. Mais donc, jusqu'où doit aller cette préparation de l'audition? Et justement, si on doit commencer par discuter en commission de quel type de réparation on va pouvoir mettre en place, je pense que ça, ce sera aussi une longue discussion. Et vous avez par ailleurs dit, avant de commencer la discussion sur les réparations, sur tout le reste, que vous nous conseillez de compléter le rapport des experts par ce moment d'écoute des victimes, qui soit simplement un moment où elles viennent déposer tout ce qu'elles ont à nous dire. Et nous, on va écouter, et ça va être repris dans un rapport, si j'ai bien compris votre suggestion, mais je vous demande de le confirmer, ça va être repris dans un rapport qui sera annexé à celui que nous avons reçu des experts, et ensuite on commencera le débat sur les mesures réparatrices, etc., etc. Ça, c'est un premier type de question. L'autre, c'est quand vous parlez des témoins, parce qu'effectivement, vous nous avez dit les témoins pourraient très bien être filmés sans qu'on montre leur visage, on pourrait leur donner un pseudonyme, pour à la fois préserver une certaine exposition des témoins et en même temps ne pas travailler complètement à huis clos, ce qui serait, j'ai bien entendu, contraire à l'esprit de transparence que nous avons dans notre commission. Mais du coup, je vous pose la question par rapport aux victimes. Vous avez dit la sélection des victimes est importante, mais quels sont les critères de sélection des victimes, parce que ici, en tout cas, si on veut auditionner comme étant victime les associations avec qui la commission de nos experts a eu des relations, a eu des contacts, il me semble que, en tout cas, certains sont aussi des porte-drapeaux d'une parole des militants. Et donc, au contraire, déjà maintenant, on les voit dans la presse, on les voit se montrer et ils ne sont pas du tout dans cette optique de cacher leur visage ou d'avoir un pseudonyme. Donc,
quel est finalement, quand on nous parle d'auditionner des victimes et que en fait, certains qu'on va auditionner sont peut-être à la fois descendants des victimes ou au porte-parole des victimes ou porte-parole de cette cause de reconnaissance des victimes de la colonisation. Donc, de nouveau, est-ce que quand même votre méthodologie plus large s'applique à ce type d'audition des victimes, mais qui sont finalement, qui ont plusieurs casquettes? Merci pour votre réponse. Merci, madame Gilson. Dan wil ik u nog het woord geven, misschien voor een laatste reactie. Ja. Dank je wel. Nee, ja, graag, want u had inderdaad vooraf ook al gesproken over de criteria van selectie. Hè. Wat ik even wil zeggen over voorbereiding en het kader dat ik geschetst heb, het is duidelijk, omdat we over revictimisatie praten, is dat kader belangrijk vooral voor mensen, voor slachtoffers die over hun eigen persoonlijke verhaal komen vertellen. Hè. Ik begrijp wat u bedoelt als mensen in naam van een associatie bijvoorbeeld over hun wensen rond herstel en zo komen praten. Dat zijn ook hoorzittingen, maar daarvoor, dat heeft misschien minder... het risico is lager op revictimisatie daar. Hè. Ik denk wat ik beschreven heb, is vooral belangrijk voor mensen die echt hun eigen verhaal, hun eigen persoonlijke verhaal daar komen in doen. Ik denk dat daar ook onderscheid in kan gemaakt worden. Hè. Als mensen hier zitten als vertegenwoordiger van een organisatie of mensen die echt hun eigen verhaal komen doen. Ja, de selectiecriteria, ik durf daar... Ik vind dat een beetje te ver gaan voor mijn kennis van het dossier om daar iets over te zeggen. Maar in het algemeen zou ik zeggen dat het inderdaad belangrijk is om alle verschillende aspecten vanuit het expertenrapport, de verschillende soorten onrecht die er gebeurd zijn of die er nog verder gaan, dat die eigenlijk wel vertegenwoordigd zijn. Hè? En dat is... Ja, ik weet dat dat niet echt een antwoord op de vraag, maar dat lijkt me logisch. Hè? Wie dat dan die selectie doet of hoe die selectie dan moet gebeuren, dat blijkt inderdaad... Ik kan me voorstellen dat dat een moeilijke oefening is. Maar ik denk wel dat als je een compleet beeld wil krijgen of echt een goede toevoeging, moet je de verschillende ervaringen wel proberen weer te geven door verschillende soorten ervaringen, om mensen met verschillende soorten ervaringen naar hier te halen. Ik wens jullie veel succes in elk geval. Dank u wel, mevrouw Michels. Dus vanaf volgende week horen wij een aantal organisaties en individuen van de diaspora. Dat worden luistersessies. Ik ga dat ook zo doorgeven uiteraard aan de betrokken organisaties. En sprekers, mochten zij nog extra modaliteiten willen bespreken met de commissie, dan kunnen we daar uiteraard voor openstaan in lijn met de aanbevelingen die u hier hebt verduidelijkt ten aanzien van de commissie. Het is ook gebruikelijk als mensen die gehoord worden in hoorzittingen, als zij zouden willen aangeven van ja, ik verkies om dat te doen in gesloten zitting bijvoorbeeld, dan denk ik dat wij daar best op kunnen ingaan met alle flexibiliteit van dien. Maar we gaan zien welke organisaties vanaf volgende week dan uiteindelijk hier gehoord worden. Dat is een eerste selectie. Uiteraard gaan we nog een aantal zaken moeten doen. We gaan nog veel mensen hier uitnodigen. Maar sta mij toe om u van harte te bedanken voor een aantal richtlijnen die u hebt meegegeven. Het is een eerste stap geweest, denk ik toch ook wel, in de erkenning van het leed dat is aangedaan aan slachtoffers, om u hier vandaag te horen. Ik wil u dus danken en bij deze sluit ik de zitting. Dank u wel. Meneer Ravits. Inderdaad, het is correct wat u stelt, dat er vanaf volgende week luistersessies komen met de diaspora. Mijn vraag is, ik dacht vorige week gehoord te hebben dat de expertencommissie 10 organisaties, moet mij verbeteren als ik mis ben, hè, 10 organisaties in interactie daarmee is geweest. Dus heeft bevraagd 10. Is het de bedoeling dat wij diezelfde 10 horen? Want u zegt hier, ja, bon, we gaan beginnen volgende week. Maar wie maakt die selectie? Want ja... Die verschillende diaspora-organisaties, die verschillen ook wel onderling. Het is toch wel een bezorgdheid
Van wie maakt die selectie uiteindelijk? Hè? Maar dat is beslist, hè, meneer Ravits. Dus we hebben beslist om een tiental diaspora-organisaties en individuen uit te nodigen om hier te komen vanaf volgende week. En dat is de groep waarmee de expertengroep contact heeft gehad. Hè. Dus dat is de eerste... Ja, dat was zo beslist. Oké. Okay. Monsieur de Fossé. Collega's, maar we zitten niet meer in de regeling der werkzaamheden. Ik zou willen voorstellen om dan stilaan af te sluiten. Monsieur de Fossé. D'accord, donc rapidement dire que je crois que certaines organisations ont donné un travail écrit, en tout cas un rapport écrit pour préparer le rapport des experts. Donc si certaines veulent nous le transmettre avant, on peut leur proposer si elles le souhaitent. Mais c'est juste une suggestion. Ja, ik denk dat dat behoort tot de modaliteiten die we met hen moeten afspreken, hè, voorafgaand aan de sessies die we zullen organiseren. Absoluut. Goed, dank u wel allemaal.